Hallo mensen, mijn naam is Ferdy en in deze video laat ik je stap voor stap zien hoe jij een professionele website kan maken met gratis tools zoals WordPress en Elementor. Dit is de website die wij gaan maken. Wat mooi is, als je naar beneden scrolt, dan verandert de header en het logo. En hier heb je een overzichtelijk menu en een submenu. En ik laat je zien hoe je dit ook kan aanpassen, hoe je het menu naar het midden kan brengen, hoe je een extra tweede menu erboven kan krijgen. The sky is the limit. Dan scroll ik naar beneden, dan gaan we dit creëren met Elementor. Het mooie is, alles wat wij op deze pagina maken, dat gaan we echt stap voor stap maken. We gaan niks importeren. Dit maak je gewoon stap voor stap. Het ziet er super gelikt uit. Ik weet niet of je het zag, maar als ik opnieuw vernieuw, dan zie je dat dit naar binnen komt sliden. Als ik eroverheen ga met de muis, dan draait het een beetje. Dat kan je bij elk gebied in de website toepassen. Dat laat ik jou zien. We scrollen verder naar beneden. Een mooie accordeon waarin je vragen kan beantwoorden. Misschien wil je wel een website maken voor je bedrijf. Zijn er een paar vragen die mensen hebben, die kan je dan hier beantwoorden. En al deze informatie die je nu ziet, die kan je ook gratis downloaden. Ik geef jou gewoon gratis. Dus misschien wil je wel iets heel snel maken. Dan kan je al deze pagina's gewoon heel snel importeren. Ik ga je uitleggen hoe je blogberichten maakt. Contactformulier, hoe je die creëert. En deze mooie footer, waarin je recente casussen of portfolio items laat zien. Wat meer informatie over je bedrijf toont. Wat snelle links. En de meest recente blogberichten. Dan klikken we hier. En dan gaan we in één keer weer naar boven. Het mooie is ook dat we deze pagina optimaliseren voor elk apparaat. Dus als we de website kleiner maken, dan ziet het er zo uit. Dan zie je, het is nog steeds allemaal goed zichtbaar. En ook op de telefoon ziet het allemaal prima uit. En met het thema dat wij gebruiken, is het zo makkelijk om de stijl van de website aan te passen. Dus als ik hier naar kleuren ga, dit zijn de kleuren die ik gebruik. Als ik nu deze kleur verander, dan zie je dat het overal in de website terugkomt. Dus als ik de tweede kleur verander, dan zie je dat je in één keer de hele stijl van de website aan kan passen. We kunnen ook gebruik maken van andere kleurenpaletten. En zo kan je in één stap de hele stijl van je website aanpassen. Dit is de Elementor Page Builder. Ik kan hier dubbel op klikken en dan kan ik de tekst aanpassen. Zo simpel is het. Ik kan hierop klikken. Dan ga ik naar de stijl en denk ja, ik wil de achtergrondkleur toch lichtblauw maken. Dan kan dat hier gewoon. Misschien wil ik deze twee veranderen. Sleep ik deze hier naartoe en dan wissel ik ze op die manier. Misschien denk ik nou, deze tekst hier, daar wil ik eigenlijk drie columns van maken. De kolommen maak ik er drie van. En als ik iets nieuws wil toevoegen in de website, ga ik hier naartoe. Dan zie je al deze dingen die ik toe kan voegen. Een koptekst, een afbeelding, een knop, een video. En wat ik al zei, je kan alles animaties geven. Dus misschien wil ik wel dit selecteren. Ga ik naar geavanceerd. Sluit ik dit even en ga ik naar bewegingseffecten. En wil ik gewoon dat het vanaf links naar binnen komt. Als ik dit dan opsla, dan kan ik het resultaat bekijken. Als ik naar beneden scroll, let op wat er gebeurt bij die knop. Zie je? Die komt hier naar links toe. En je kan op die manier heel makkelijk een website maken. En ik laat je stap voor stap zien hoe je dat doet. Dan gaan we naar de tweede pagina. Ik laat je zien hoe je deze zelf kan maken. Ik laat je ook zien hoe je hem kan importeren. En als je nou een pagina zelf hebt gemaakt, dan laat ik je ook zien hoe je die kan exporteren. Zodat andere mensen hem kunnen downloaden. Je kan zelfs je templates gaan verkopen. Straks laat ik je zien. Het ziet er allemaal ook weer, naar mijn idee, heel mooi uit. Of voor wie willen, laat ik zien hoe je portfolio items kan maken. Dus dit zijn allemaal portfolio items. We hebben bepaalde categorieën. Marketing, rebranding, webdesign. En als ik er op eentje klik, dan ga ik naar het portfolio item of naar die casus. De titel, afbeeldingen, wat tekst erover. En dan daaronder laat ik nog wat andere casussen zien. Ook daar kan je ze weer filteren. Hetzelfde doen met de blog. Een overzicht. Dit overzicht kunnen we ook aanpassen. We kunnen een zijbalk hebben met meer informatie over wie jij bent of over wat je doet. We kunnen ook op een blogbericht klikken. En dan laat je zien hoe je zoiets als dit maakt. Dus als ik bijvoorbeeld klik hierop, ga ik in één keer naar beneden. Ik leer je hoe je blogberichten kan maken. En dan hebben we hier ook gerelateerde berichten. En het ziet er allemaal gewoon rustig, overzichtelijk uit. Geen onnodige pushpas. Perfect. Nou, dan gaan we nog naar de contactpagina. En ook dit is allemaal geoptimaliseerd voor alle apparaten. En wat ik al zei, het mooie is wanneer je dit leert, wanneer je deze website leert maken, dan kan je je eigen website hebben. Maar je kan ook websites voor klanten gaan maken. Je kan daar geld mee gaan verdienen. Je kan leren hoe je blogberichten schrijft. En daar kan je reclame op zetten, dat wanneer mensen klikken op die advertenties op jouw website, bij jouw blogberichten, dan verdien jij geld. Je kan ook leren om te gaan werken met affiliate marketing. Dat betekent als iemand anders iets koopt via jouw website, via jouw unieke link,
dat jij geld verdient. Een prachtige manier om geld te verdienen, zolang je maar focust op het helpen van andere mensen. Dus wanneer jij leert hoe je je eigen website kan maken, gaat er een hele nieuwe, mooie wereld voor jou open. Maar goed, in deze video ga ik je leren hoe je deze website maakt. Je kan natuurlijk ook je eigen creativiteit eraan toevoegen, waardoor je niet hetzelfde logo hoeft te gebruiken, natuurlijk niet dezelfde afbeeldingen. Ik laat je ook zien hoe je gratis afbeeldingen kan krijgen, zonder dat je in problemen komt met copyright dingen. Kortom, aan het eind van deze tutorial heb je een super mooie website. Ik geef je aan het eind van de video ook nog tips hoe je nog meer kan doen om je website beter te maken. En nu wil ik je nog twee tips geven die jou kunnen helpen in het volgen van deze tutorial. Mocht je nou naar een bepaald gedeelte in de tutorial willen, dan kan je in de omschrijving timestamp zien. En als je daarop klikt, ga je precies naar dat gedeelte in de tutorial. Mocht ik nou te snel voor je gaan, dat kan gebeuren, kan je in YouTube naar de instellingen gaan en de snelheid van de video verlagen. Als je op de pijltjes toetst en naar links drukt, dan ga je 5 seconden terug in de video. Dus op die manier kan het je helpen om de tutorial goed te volgen. En andere mensen die zetten weer op anderhalf speed, dus het is helemaal wat jij wil, maar op die manier kan je dat dus doen. Vind je het nou wat je ziet tot nu toe, dan wil ik je vragen om deze video te liken. Of als je op een punt komt in de video dat je denkt, ja, dit is wel goed, wil je dan de video liken en abonneren voor meer opkomende video's. Ik wil heel veel video's gaan maken waarin mensen kunnen leren hoe ze zelf een eigen website kunnen maken of kunnen starten met affiliate marketing of kunnen gaan bloggen. En ik zie er naar uit en ik hoop dat jij er ook naar uitziet voor nieuwe video's. En als dat het geval is, dan kan je abonneren op het bel-icoontje drukken. En dan zou ik willen zeggen, laten we eens gaan kijken naar de 4 stappen die we gaan ondernemen om een prachtige website te maken. Er zijn 4 dingen die we moeten doen. Als je het nog niet hebt, laat ik je zien hoe je je eigen domeinnaam en webhosting kan krijgen. En dan kan je daarbij een 69% korting geven. Daarna zullen we WordPress installeren. En daarna installeren we gratis tools zoals het Bloxy thema, de gratis pagebuilder genaamd Elementor. En daarna gaan we een fantastische website maken. Mocht je nou al een domeinnaam hebben, een webhosting, dat is geweldig. En je hebt ook al WordPress geïnstalleerd. Dan laat ik je nu zien waar je naartoe kan gaan in de tutorial. En dan kan je gelijk vanaf dat punt verder gaan met deze tutorial. Nou, nu gaan we echt beginnen. Als je al je eigen domeinnaam en webhosting hebt, dat is fantastisch. Dan kan je dit gedeelte overslaan. En als je dat al niet hebt, dan kan je gaan naar webhosting15.nl. Druk op enter en dan klik je hier op de beste webhosting. En als je daarop klikt, dan ga je naar SiteGround. SiteGround is in mijn optiek de beste webhosting provider die er is. Dat is niet alleen mijn mening. Er is elk jaar een poll op een hele grote Facebook groep van wat is nou de beste webhosting provider. En SiteGround is elk jaar nummer 1. Waarom? De websites zijn supersnel, dat is erg belangrijk. Je hebt live chat support. Ik heb een paar keer iets gehad en binnen een paar minuten was het verholpen. Of ze zeggen wat je moet doen, of ze doen het voor je. En verder is het allemaal heel intuïtief en het mooie is, ik ga laat je stap voor stap zien hoe jij hiermee aan de slag kan gaan. En als je het op een of andere manier echt helemaal niks vindt, je denkt binnen 30 dagen, hey, ik wil eigenlijk helemaal geen website maken, dan krijg je gewoon je geld terug. Dus er is geen risico aan verbonden. En wat we kunnen doen, we kunnen kiezen uit 3 plannen. Als we naar beneden scrollen, de start-up, betaal je 4 euro per maand, je krijgt superveel korting. En dan kan je 1 website hebben, meer dan genoeg webspace, je kan 10.000 bezoekers per maand hebben. Gratis SSL, gratis dagelijke backups. Dus als je een keer het helemaal verpest op je huidige website, kan je gewoon een backup van de dag ervoor terugzetten. En wat ik al zei, de websites zijn echt supersnel. Het beste pakket is GrowBig. Daarmee kan je een oneindig aantal websites maken. Hier kan je 1 website maken, dus 1 domein, jouwdomein.nl. Maar als je voor het GrowBig plan gaat, kan je 10 websites creëren. Of 20. Het enige wat je hoeft te doen elke keer is het domeinnaam te kopen. Dus als je 10 verschillende domeinnamen koopt, kan je die allemaal onder deze webhosting plaatsen en dat kost 7 euro per maand. Dus 3 euro per maand meer en dan ga je van 1 website naar oneindig aantal websites die je kan installeren en 2 keer zoveel webspace. Nou, een website is ongeveer gemiddeld 200 megabyte, dus je kan hier makkelijk 100 websites mee creëren. En je kan totaal tot 100.000 bezoekers hebben. En heb je GoGeek als je helemaal all in wil gaan, krijg je meer webspace en ruimte voor meer bezoekers en je kan altijd later upgraden. Ik kies voor het GrowBig plan. De ervaring van de mensen die mijn tutorials volgen is toch wel vaak dat ze in het eerste jaar meerdere websites willen gaan maken. Dus ik klik hier op Get Plan. En dan mogen we een website gaan kiezen. Het mooie is, je kan gewoon een .nl naam kiezen. Wat ook mooi is, heb ik nog niet gezegd. Je kan gewoon met Ideal betalen. Dat vind ik heel erg fijn aan deze webhosting provider. Dus ik ga kiezen voor het domein. En de domeinnaam mag natuurlijk nog niet bestaan. Dus als ik zeg Facebook, dan zeggen ze natuurlijk die bestaat al. Dus ik ga voor Ferdy.k. Laat ik dat eens doen. En als ik klik op Proceed. En dan staat er dat hij niet meer beschikbaar is. Oké. Dan zeg gewoon, weet je, Ferdy.io. Niet helemaal de bedoeling, maar klik op Proceed. En deze is nog beschikbaar. Super cool.
Dan kan ik mijn gegevens hier gaan achterlaten. Ik zal het even vergroten voor je. Mijn e-mail, laat ik zeggen ferdycorp@gmail.com. En dan moet ik hier een wachtwoord creëren. En daarmee kan ik inloggen bij SiteGround. Dus ik creëer mijn paswoord. Die confirm ik ook. Moet natuurlijk hetzelfde zijn. Ik kom uit Nederland en mijn naam is Ferdy. Als je een bedrijf hebt, dan kan je hier je gegevens van het bedrijf invullen. En dan hier je btw-nummer. En dan hoef je die btw niet te betalen. Je wordt gelijk van je totaalbedrag afgehaald. Ik kom uit Maassluis. En dan kan je je adres en je telefoonnummer invullen. En dan kan je kiezen. Ga je betalen met creditcard of met Ideal? Nou, ik ga voor Ideal. Dan kies ik mijn bank. En dan is hier zo het plan. Voor 12 maanden, voor het eerste jaar betaal je 7 euro per maand. Totaal 83 euro exclusief btw. Dus als je geen bedrijf hebt, dan komt er nog wat btw bij. Heb hier je domeinnaam. Deze SiteGround scanner hebben we niet nodig. En dan kom je totaal net onder de 100 euro uit. Heb je voor een jaar lang supersnelle webhosting. En kan je oneindig aantal websites toevoegen aan je webhosting pakket. Ik ga overal mee akkoord. Ik hoef geen nieuws van ze te ontvangen. En dan klik ik op Pay Now. Dan word ik doorverwezen naar mijn bank. Dus ik ga even betalen. En nu kan je gewoon een jaar lang vooruit met een domeinnaam en webhosting. Ik vind dit fantastisch. Top. Mijn order was successfully submitted. En wat je nu even moet doen is erg belangrijk. Ga opnieuw naar webhosting.health.nl/belangrijk. Druk op enter. Leer meer over SiteGround. Dit is een oud tutorial in het Engels. Maar er komt een nieuw tutorial in het Nederlands. Waarin ik je stap voor stap laat zien hoe je een eigen e-mailaccount, info, apstaatje, jouw domein aan kan vragen. Hoe je een subdomein kan creëren. Die tutorial is echt volledig gericht op SiteGround. Als je meer wil weten over SiteGround, 37 geweldige features, dat je die hier kan bekijken. Van harte gefeliciteerd met je domeinnaam en webhosting. Super gaaf dat je dat hebt. Nu kunnen wij WordPress gaan installeren. Oké, nu kan ik hem naar de Customer Area. Dus ik klik hier op Proceed to Customer Area. En moet ik inloggen met mijn gebruikersnaam. Dat is mijn e-mailadres die ik net gekozen heb. Dat was Ferdycorp. Naar mijn wachtwoord die ik heb gecreëerd. En dan klik ik op login. Super. Nu kan ik hier klikken op setup site. Maar ik doe het liever op een andere manier. Ik ga naar websites. Ferdykio.nl, Ferdyco. En dan staat hier pending. Dat betekent, omdat het een .nl domein is, dat het eventjes duurt voordat het domein actief is. Het kan 20 minuten duren. Kan een uur duren. In sommige gevallen wat langer. Meestal duurt het niet langer dan een uur. Ik laat je weten hoe lang het geduurd heeft. En dan kom ik bij jou terug. Dus je kan nu even wat voor jezelf gaan doen, of wat anders. Of je kijkt vast verder met de tutorial. En dan kom ik over 2 seconden bij je terug, wanneer mijn domeinnaam actief is. Ja mensen, we zijn nu een uur verder. We zien hier dat we 5 over 5 webhosting hebben gekocht. Althans, dat heb ik gedaan. Heel toevallig als je dat ook hebt. 5 over 5, het is nu 6:17. En als ik de website vernieuw, of deze pagina, dan staat er niet meer pending. Oh, het staat er nog wel, maar als ik hierop klik, staat er dat de website onder constructie is. Dus dat is goed nieuws. Ik klik op complete. Nu kan ik de domein toevoegen. Ik klik op continue. En dan kan ik een nieuwe website creëren. Maar ik klik hier op skip. En create an empty site. Ik hoef dit niet te kopen. Ik ga wat zachter praten zoals je ziet. Het is 6:15. Ik krijg een appje van mevrouw Ver. Wat ben je aan het doen? Ja, om 3 uur werd ik wakker, kon niet meer slapen. Dacht, ik ga een tutorial maken. Doe eens gek. Onze website wordt gecreëerd. Supergoed. En dan gaan we naar de site tools. Daar klik ik op. En dit is belangrijk. Als we naar onze website gaan, ferdyko.nl, dan zien we dat die nog niet veilig is. Dat wil ik wel maken. Dus ik ga naar security, SSL manager. En dan staat hier nog niks. Dus ik selecteer mijn domeinnaam. En dan klik ik op Let's Encrypt. Ik klik op Get. En dan gaat hij de website veilig maken. Dit kan een minuutje duren. En aangezien je ook even moet wachten op het moment dat je website live werd, valt dat minuutje waarschijnlijk in het niet bij hoe lang je net hebt moeten wachten. Your request. Je aanvraag wordt verwerkt. Wat ga je vandaag verder doen? Oké, flauw dit. Flauw. Je kan het al niet terugpraten. Oké, nog flauwer. En even een slok water. En dit laat dus zien dat het eventjes kan duren. Maar het is wel belangrijk dat je website veilig is. Ook als je dingen gaat kopen via het internet of verkopen. Dan is het belangrijk dat je SSL hebt. Zodat mensen veilig kunnen afrekenen. Daar heb ik ook tutorials over. Het is gelukt.
Het duurde een minuutje ongeveer. Wat belangrijk is weer, klik hier Enforce HTTPS en die zet je aan. Oké, dan gaan we naar WordPress, install en manage. Volgens mij zijn ze ook bezig om dit Nederlands te maken. Wat we gaan doen, we gaan WordPress installeren. Dus ik klik hier op select. Dan selecteren we ons domeinnaam. Dan selecteren we de taal, Dutch of Nederlands. Dutch. In de main folder. Onze gebruikersnaam, wachtwoord en ons e-mailadres. Deze uncheck ik, die hebben we niet nodig. En dan klik ik op install. Ook dit gaat weer eventjes duren. Nu is het geïnstalleerd. Dan kunnen we hier klikken. Login to the admin panel. En dan gaan we naar onze website. En wat ik nou zie is een paar dingen. We zijn live op onze website na een uur. Onze website is veilig. We hebben WordPress geïnstalleerd. Dus van harte gefeliciteerd. Dit is de achterkant van onze website. Sorry, ik heb al iets weggehaald omdat ik het zo vaak doe. Dit is de achterkant. Hier gaan we dingen aanpassen. Dus we hebben hier de homepage met een overzicht van allemaal interessante dingen. Hier zien we updates. Dus kan ik hierop klikken. Kan ik WordPress installeren naar de nieuwste versie of updaten naar de nieuwste versie. Top. We hebben hier berichten. Hier kunnen we blogberichten creëren. We kunnen media toevoegen, pdf'jes, documenten, foto's, png, afbeeldingen. We kunnen pagina's maken, de homepagina, de over ons pagina, de contactpagina. Mensen kunnen reageren op je website. We kunnen de weergave veranderen, andere thema's gebruiken. We kunnen plugins toevoegen. Dat zijn een soort additions to your website die je meer functionaliteit geven. Dus als ik klik op nieuwe plugin. We kunnen een andere editor toevoegen, spamprotectie. We kunnen onze website gezonder maken als er dingen fout gaan. Een forum toevoegen. En als we dan gaan naar favorieten. Of populairste. Contactformulieren. SEO toevoegen. De Elementor Page Builder. Allemaal toevoegingen aan je website. En daar gaan we ook zeker gebruik van maken. We kunnen andere gebruikers toevoegen. Die informatie van ons kunnen aanpassen of creëren. En dan kunnen wij ze een bepaald recht geven van hoeveel dingen ze op onze website aan mogen passen. Dan hebben we nog tools, instellingen. Dit zijn dan de plugins die we hebben geïnstalleerd. En als we dan naar de voorkant van de website gaan, dat doen we door hier te klikken. Dit is wat we zien op dit moment. Zoals je ziet, ziet het er nog niet allemaal heel erg indrukwekkend uit. Daar gaan we wel voor zorgen. Maar wat ik eerst wil gaan doen, ik wil de website eigenlijk een beetje opruimen. Dingen die we niet nodig hebben, thema's, plugins, wil ik verwijderen. Ik wil dat onze website zo opgeruimd mogelijk is, zodat we lekker kunnen werken. Maar dat het ook gewoon lekker snel blijft. Want hoe meer plugins je gebruikt, en dan heb ik het echt over 20, 30, 40, hoe langzamer je website wordt. Dus dat gaan we doen. En daarnaast gaan we ook nog een paar instellingen aanpassen. En wat ik eerst wil doen is de website opschonen. Waarom? Ik werk liever met een snelle website die gewoon geen onnodige dingen heeft. En het werkt ook lekkerder. Dus ik ga naar de achterkant van de website. Dit haal ik weg. En dit haal ik weg. En het eerste wat ik wil doen is dit een beetje opschonen. Dus ik kan het allemaal kleiner maken. Wat ik ook kan doen. Naar de schermopties hier. En dan alles unchecken. Uitvinken. Dan zie je niks meer. Dan ziet het wat overzichtelijker uit. Dan ga ik naar berichten. Dan zie ik hier Hello World. Die kan ik hier bekijken. Het is gewoon een standaard blogbericht wat gecreëerd wordt met WordPress. Wat ik nu zie is dit blogbericht. En wat ik ook zie, dat vind ik heel mooi. Mijn domeinnaam /Hello World. Dat is heel belangrijk dat je dit hebt. Als je hier iets ziet van P123 vraagteken nog wat. Dan moeten we even naar de achterkant van de website. Dat doe je door hier te klikken. Dan gaan we naar instellingen, permalinks en dan moet die echt op berichtnaam staan, anders ga je zoiets als dit zien. Dat ziet er niet uit en vindt Google ook niet leuk. Dus wanneer wij een blogbericht maken, mijn trip naar Australië, dan zie je hier mijn streepje trip streepje naar streepje Australië. En dat is goed voor de zoekresultaten. Dus zorg ervoor dat je altijd berichtnaam hebt geselecteerd. Opslaan. Nou, deze balk die we hier zien, die zien we alleen omdat we ingelogd zijn. Dus als ik in een incognito window, dat betekent dat je niet ingelogd bent, gaat naar verdiko.nl. Dan zie je die balk niet. Dan is dit wat mensen zien. Dus we zijn echt live met onze website. Dan ga ik weer naar de achterkant.
ga ik naar alle berichten toe. Die wil ik verwijderen, want ik wil mijn eigen berichten creëren. Prullenbak. Leegmaken. Hetzelfde doe ik met de pagina's. En als ik ze allemaal wil selecteren, klik ik hier. Bulkacties. Verplaats naar de prullenbak. Dus alles wat ik heb geselecteerd, verplaats ik naar de prullenbak als ik klik op toepassen. Ga ik naar de prullenbak toe. Maak ik de prullenbak leeg. Top. Dan ga ik naar weergave thema's. Een thema bepaalt de look en feel van onze website en geeft ons ook bepaalde functionaliteiten. Dus dit thema geeft onze website een bepaalde look. Als ik Ctrl of Command ingedrukt hou en ik klik hier, ga ik naar een nieuwe tab. Dit is vooral bepaald door het thema. En onze titel is My WordPress. Als ik nu zeg, ja, maar ik wil een ander thema activeren, en dan klik ik hier. En dan blijft de titel van onze website hetzelfde. Maar als ik de pagina nu vernieuw, Command R of op een PC F5, dan zie je nog steeds onze titel, maar de hele look en feel is anders geworden. Ik ga weer even naar deze. En alles wat ik niet nodig heb hier verwijder ik. Dus ik klik hier op thema details, verwijderen. Thema details, verwijderen. Nou, we kunnen plugins toevoegen. Ik kan ook plugins verwijderen, dus ik ga naar plugins. Deze twee wil ik allebei even niet. Dus ik selecteer ze allebei. En voordat ik hem wil verwijderen, moet ik hem eerst deactiveren. Toepassen. Selecteren. En dan verwijderen. Toepassen. En daar gaan ze. Dan ga ik naar de instellingen. Algemeen. Hier kan ik de titel aanpassen van mijn website. En de slogan ga ik het zo over hebben. Wat ik nu wil doen is onze URL veilig maken. Dus ook hier plaats ik een S. En nog een S. Scroll ik naar beneden. Dan moet ik het even opslaan. Dan moet ik opnieuw inloggen. Nu is het veilig. Top. De taal van de site is Nederlands. De tijdzone, die zet ik op Amsterdam. En het is belangrijk dat je dit instelt op de tijd waar jij woont. Want op dit moment staat er dat het 4:30 is. Dat klopt niet. Maar als ik Amsterdam zeg en ik wijzig het, dan is de tijd nu lokaal 6:30. En dat klopt als een bus. En dan wil ik hier ook kijken. April 23, 2022. Dat wil ik veranderen. Dus ik haal die komma weg. De J haal ik ook weg. De spatie haal ik weg. En de J, die plaats ik aan het begin. En een spatie. Dus dit is hoe ik mijn datum wil weergeven. 23 april 2022. En de tijd. Geen AM en PM. Maar gewoon zoals het is. Dus als het avond is, 11 uur 's avonds, dan staat er 23 uur. Mijn dag begint op maandag. Wijzigingen opslaan. Dan ga ik naar Hallo Ferdy, profiel bewerken. En hoe komt het nou dat ik hier een afbeelding zie? Dat heeft te maken met Gravatar. Je kan hier naar Gravatar gaan. Met je e-mailadres kan je inloggen of een account aanmaken. En als je dan een foto toevoegt en je gebruikt hetzelfde e-mailadres in je WordPress website, dan krijg je die afbeelding te zien. Ga ik weer even naar boven. We kunnen onze look and feel van de achterkant van de website aanpassen. Ik gebruik de standaard. En dan hier zo kan ik mijn voornaam geven, Ferdy, mijn achternaam. En dan kan ik hier zo bepalen hoe mijn naam wordt weergegeven. Dus als ik een blogbericht heb geschreven, staat er gemaakt door Ferdy Korp. Dat zie je ook hier. Als we dit aanpassen naar Ferdy Korpershoek. Kijk, dan ziet het er zo uit. Dat heb ik liever. Hier ook even een S'je bij. Hier kan je iets over jezelf zeggen. Als je in een blogbericht onderaan de pagina wat over jezelf wil laten zien. Over wie je bent, wat je doet. Dan kan deze tekst weergegeven worden. En dan zie je de afbeelding die je hier ziet. We kunnen een nieuw wachtwoord instellen. En we kunnen de boel opslaan of ons profiel updaten. Ga ik weer even naar de website door hier te klikken. Wat wij nu gaan doen. Wij gaan gebruik maken van een bepaald thema. Wat is een thema? WordPress heeft duizenden thema's waar je uit kan kiezen. En elk thema heeft zijn eigen functionaliteiten en zijn eigen layout. Dus het ene thema geeft je website een compleet andere look en feel dan een ander thema. En ik heb gekeken naar wat het beste thema is. En op dit moment is dat het Bloxy thema. We gaan gebruik maken van een gratis thema. En ik ga je laten zien hoe jij die kan installeren op jouw website. Wat ik wil is een prachtige website. En dit is geen prachtige website. Om een prachtige website te krijgen, gaan we gebruik maken van het Bloxy thema. En om die te krijgen, kunnen we gaan naar ferdykorp.com.
//naar voren. Blok C. Dat is een gratis thema. Het beste gratis thema wat er is. En je wordt doorgeleid en je kan hem gratis downloaden hier. Kan je klikken op download. Zo. En dan komt hij hier en dan kan je hem uploaden. Of we gaan naar de achterkant van onze website. Dan gaan we naar weergave thema's. Nieuwe toevoegen. Dan kan ik klikken op thema uploaden en deze uploaden. Dus ik klik op thema uploaden. En dan kan ik deze hier naartoe slepen. Of ik zoek hier zo naar Bloxy. Dus opnieuw weergave thema's. Nieuwe toevoegen. Dan kan ik hier klikken of zoeken naar Bloxy. Daar is die. Dan klik ik op installeren. Dus je kan het op twee manieren doen. En het is maar net hoe jij je voelt. Als jij het gevoel hebt dat je het op deze manier moet doen, doe je dat. En je kan het ook op deze manier doen. Dus ik klik op activeren en deze haal ik even weg. En nu hebben wij het Bloxy thema geïnstalleerd. En daarbij hoort een plugin. De Bloxy Companion. En daarmee krijg je allemaal extra functionaliteiten die heel handig zijn voor je website. Dus ik klik op installeer Bloxy Companion. Top. Nou, dit sla ik even over. Je kan nu gegevens delen waardoor zij de tool beter kunnen maken. Maar dat hoeft van mij niet. Ik klik op sla over. Top. En nu hebben wij een prachtig gratis thema. En om de website weer netjes te houden en overzichtelijk ga ik naar weergave thema's. Dan hover ik hier over thema details. Daar klik ik op. Verwijderen. Oké. Dus alle thema's die niet actief zijn. Deze is wel actief. Actief Bloxy. Alle thema's die niet actief zijn, die verwijder ik. Thema details. Verwijderen. Oké. En thema details. Verwijderen. Oké. Zo weer Bloxy thema. Wat doet een thema? Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Het thema bepaalt hoe de look en feel van jouw website is. Dus op dit moment ziet het er zo uit. Dat heeft te maken met het thema dat wij gebruiken. Maar als wij de pagina nu vernieuwen, dan ziet het er zo uit. Dit heeft te maken met het thema dat wij gebruiken. Dus het thema bepaalt de look en feel, maar dan niet alleen. Het geeft je ook bepaalde functionaliteiten. Dus dit thema, als ik even ga kijken. Als ik ga naar Bloxy. Bloxy. En ik ga naar extensies. Dan zie ik dat ik een cookie consent toe kan passen. Als ik die activeer en ik vernieuw de pagina en iemand komt hier voor het eerst op deze website, dan krijg je dit te zien. Deze tekst kunnen we aanpassen. Dit is dus een functie binnen het Bloxy thema. En zo heeft elk thema bepaalde functies. En na het testen van tientallen thema's ben ik erachter dat dit het beste gratis thema is dat we kunnen gebruiken. Je kan ook de pro-versie aanschaffen. Daar zal ik ook tutorials over maken. Maar voor nu is de gratis versie genoeg. Ik deactiveer hem even nu. En wat nog meer. En elk thema heeft ook zijn eigen starter sites. Dus je kan naar starter sites gaan. En dan kan je complete websites installeren zoals je hier ziet. Die zijn allemaal voor jou gemaakt. En je kan ze met een paar klikken importeren. Dus op die manier kan je ook aan de gang gaan dat je een complete website importeert die je mooi vindt. En dan ga je hem aanpassen. Maar ik ga jou leren hoe je een website zelf kan maken. Dus ik ga weer even naar de voorkant. En wat zie ik? We hebben nog geen menu gecreëerd. En wat is een menu? Daar kan je de homepagina laten zien. Bijvoorbeeld apple.com. Dit is het menu. Store, Mac, iPad, iPhone, Watch. Dus gewoon een header met een aantal pagina's waar mensen naartoe kunnen. Dus wat gaan we doen? Hoe doen we dat? Door naar de customizer te gaan. Daar klik ik op. Dan scroll ik naar beneden. Helemaal hier links. En dan ga ik naar menus. Nieuw menu. Aanmaken. En die geef ik gewoon een hele simpele naam. Hoofdmenu. Top. Nou, het hoofdmenu wil ik hier plaatsen. Dit is header menu plek 1. Dus die selecteer ik. Ik kan ook ze allemaal selecteren. Dan zie je ook, bijvoorbeeld als ik de footer doe, dan zal het menu ook hier verschijnen. Maar dat hoeft voor mij niet. Alleen hier zo. Dan klik ik op volgende. En nu kan ik items toevoegen. Dus je ziet hier nu niks meer. Als ik klik op items toevoegen, dan kan ik hier een nieuwe pagina maken. Nou, de allereerste pagina die we maken, wat voor websites je ook hebt, is de homepagina. Dus die noem ik home. Ook voor Nederlandse websites gewoon home toevoegen. En wat gebeurt er nou? We zien het nu misschien even niet goed. Als ik de website kleiner maak, command of control minnetje.
Dan zie je hier zo home. Dan kan ik nog een pagina toevoegen. En dat is toch gewoon even goed om na te denken. Wat wil jij laten zien op jouw website? En ik vind het persoonlijk niet zo netjes om andere websites gewoon precies te kopiëren. Maar je kan wel inspiratie opdoen van andere websites. Dus wat ik doe, stel dat ik een digitale marketing agency wil. Marketing agency. Of digitale marketing, zeg ik Amsterdam. Dan kan ik naar een van de advertenties gaan. Full service digital marketing in Amsterdam. Wello, daar klik ik op. Dan zie ik hoe dat eruit ziet. Super, en hier zie je dus ook zo'n cookie consent die wij ook hadden. Dan ga ik naar beneden en dan zie je services. Dan denk ik, oké, dat is inderdaad wel goed om dat te laten zien. Je expertise, je werk, tips over ons, contact. Nou, dat wil ik ook. Dus ik wil iets over ons vertellen. Dus ik zeg over ons. En ook als je een website in je eentje hebt of een bedrijf in je eentje, is het vaak netjes om te zeggen over ons. Dat is gewoon, ja, dat, je kan het zelf bepalen over mij, over ons. Ik vind over ons netjes. Wat nog meer? Team, wil je bij ons werken? Contact is sowieso een contactpagina. En wat ik vaak doe, even overzichtelijk houden hier. Deze haal ik nu al weg. Ik wil de homepagina waar mensen op landen als ze onze website bezoeken. Daarna iets over ons vertellen. Daarna vind ik het ook wel belangrijk om iets te vertellen over de dienstverlening. Ja, hoe noem je dat in het Nederlands? In het Engels zeg je services. Dus ik ga gewoon even weer kijken naar bijvoorbeeld de Web Design Agency Rotterdam. Je kan het ook uit Amerika halen. Dus zeg je LA, Sydney, Australië. Even de website bekijken. Over ons, cases, factures en meer. Ze zien niet over de dienstverlening. Dutch webdesign. Over ons kan je nog een submenu maken. Cases. Blog. Frequently asked questions. Vacatures. 7 vacatures. Daarmee geef je wel gelijk de indicatie aan een visitor. Aan een bezoeker van zo. Zo'n serieus bedrijf. Als je 7 openstaande vacatures hebt. Hier weer de cookie consent. Dus zo kan je inspiratie opdoen. Dus je kan ook hier zeggen dienstverlening. En dan kan je een sub-item maken. Dus ik maak een nieuwe pagina. Wat zijn allemaal dienstverleningen die ik aanbied? Adverteren. Ik leer mensen, of ik adverteer voor bedrijven. Wat nog meer? Teksten herschrijven. Of copywriting. Soms zijn Engelse termen gewoon prima. Wat doen we nog meer? Fotografie. Of misschien beter branding. Marketing. En marketing, eigenlijk is copywriting een deel van marketing. Dus copywriting haal ik weg. En wat ik nu kan doen onder dienstverlening, nu zie je ze allemaal hier verschijnen achter elkaar. Maar je kan deze naar rechts slepen. Zo. En dan wordt het een sub-item. Dus adverteren is nu een sub-item van marketing. Dat wil ik weer niet. Ik wil eigenlijk branding onder dienstverlening. Dit gaat nog niet helemaal naar mijn zin. Ja, zo, sorry. Dienstverlening en dan heb je onder dienstverlening, marketing, branding en adverteren. Dan kan ik een nieuwe pagina toevoegen. Dat is casus of cases. Of ons werk. Dit gaat niet helemaal goed, lijkt het. Oké, dat gaan we zo fixen. Komt helemaal goed. Dit is ook, hè, dit heeft ook gewoon te maken met het maken van websites. Niet altijd gaat altijd perfect. Dus ik laat het gewoon even gebeuren. Ik kan nu helemaal de opnameknop op stop zetten en allemaal dingen fixen. Soms gaan dingen niet goed bij het maken van een website en dan kunnen we dat later fixen. En soms moet ik daarbij googlen van, hey, hoe los ik dit op? Dus we gaan gewoon verder, casus of portfolio, hoe je het wil noemen. Nou, dan vind ik het ook wel fijn om een blog te hebben. Toevoegen en een contactpagina. Waarom een blog? Als je artikelen schrijft over hetgene wat jij aanbiedt in je dienstverlening, dan kunnen mensen via de organische zoekresultaten jou vinden. Door iets wat ze zoeken. En dan komen ze op jouw pagina. Dan leren ze daar wat over. Worden ze enthousiast. En denken ze, hey, misschien kan dit bedrijf het wel voor ons doen. Dus blogberichten zijn een goede manier om gratis bezoekers naar je website te krijgen. En die bezoekers, die kunnen klanten worden. Ik klik op publiceren. Ander woord voor eigenlijk voor opslaan. Dan ga ik even terug naar de achterkant van de website. Of hier zo ga ik naar weergave. Menus. Dan zie je dus home. Over ons, dienstverlening, casus, blog. Oké. Wat ik niet zie,
zijn de subpagina's. Dus die ga ik even zoeken bij de meest recente pagina's of kan ook alles laten zien. Adverteren is een dienstverlening branding en marketing. Die kan ik aan het menu toevoegen. En die sleep ik dan naar dienstverlening en dan ga ik iets naar rechts. Zoals een sub-item worden. Dat zie je nu ook. Daaronder zet ik branding en onder marketing. Als ik naar Apple ga of naar deze website en ik ga naar een bepaalde pagina, de Frequently Asked Questions, en ik wil weer terug naar de homepagina, dan zie ik geen home. Hoe kan dat? Ik kan wel hierop klikken, dan ga ik naar de homepagina. Dat willen wij ook. Als je hierop klikt, ga je naar de homepagina. Dus ik hoef geen home te laten zien. Dat zie je niet meer zoveel in websites. Dus ik klik hier, verwijderen, over ons dienstverlening, casus, blog, contact, nu opslaan. En nu, dames en heren, als ik de pagina vernieuw, dan zie je dus over ons dienstverlening, casus, blog en contact. Ik klik op over ons en dan zie je hier zo /over-ons. Cases zie je cases, contact. Dus alles ziet er echt super goed uit. En dan wil ik hier eigenlijk nog wel een logo, want dat ziet er gewoon beter uit. Hoe kunnen we een logo toevoegen? Ik heb een paar tutorials over hoe je een logo maakt. Ga naar YouTube. Op dit moment nog geen Nederlandse tutorials, dus je kan zoeken op how to make a logo Verdi. En dan zie je hier wel een paar tutorials in het Engels. Hoe je het met Photoshop doet, met een gratis transparante achtergrond. Dus Sam, ik hoop dat je hierbij gebaat bent. En je kan ook zoeken op hoe maak je een logo. En dan hoop ik binnenkort in de zoekresultaten te verschijnen. Het beste wat je kan doen is een logo te laten maken. Er zijn mensen die zijn er goed in, die kunnen dat snel. En dan kost het je wat, maar voor de long run is dat wel het beste om dingen uit te besteden. Zodat alles er gelikt en goed uitziet. En daarom doe ik ook mijn best om jou een hele mooie website te laten maken. Die professioneel is en die jou helpt om nieuwe klanten te genereren. Dus ik heb al een logo. En als je nou mee wilt doen met de foto's, de afbeelding die ik gebruik in mijn tutorial, dan kan je gaan naar verdicorp.com/images. Druk op enter en dan worden ze gedownload. Ik open ze en dan sleep ik ze even naar de desktop. En dan zien wij hier zo How to Make a Website 2022. En dan heb ik hier een logo gemaakt van mijn bedrijf genaamd Advantage. En dan kan je meedoen. Yes, dus ik ga naar de voorkant hier zo. Dan klik ik op de customizer. Dan scroll ik naar beneden. Ga ik naar site identiteit. Bij de core. En dan kan ik hier mijn website een titel geven. En wat dan erg belangrijk is, is om de zoekwoorden als eerste hier te plaatsen. Dus stel je hebt een bedrijf die heet Advantage Media Group. Ja, mensen zoeken daar niet op. Als mensen een website willen, zoeken ze op website. Dus heel belangrijk om zoveel mogelijk naar links de zoektermen te plaatsen waar jij op gevonden wil worden. Dus als ik zoek op voetbal. Ik ga naar de website, dan zie je voetbal.nl en dan in de titel voetbal. Allereerste woord, de tweede voetbal. De derde voetbal, de vierde voetbal. Je ziet de zoekterm, die zie je overal helemaal links komen. En dat is ook waarom ze beter gevonden worden. Of hoger in de zoekresultaten staan. Dus heel belangrijk om hier niet gelijk de bedrijfsnaam te plaatsen, maar eerst de zoekterm. Dus ik kan zeggen digitale marketing, bedrijfsgroei of beter nog marketing. Marketing, bedrijfsgroei. Dus waar wil je op gevonden worden? Word je een webdesigner, webdesign? Ben je een fotograaf? Fotograaf Maassluis, fotograaf Rotterdam, fotograaf Amsterdam. Want dat zie je ook als je zoekt op fotograaf Amsterdam. Ook dan zou je dat waarschijnlijk eerst zien. Dus hier zie je het later. Nou, persoonlijk eerst fotograaf Amsterdam en dan Saskia Bakker. Fotograaf Amsterdam, fotografen Amsterdam. Fotograaf Amsterdam, fotograaf Amsterdam. Dus dat zou ik doen, zoveel mogelijk naar links. Is het een trucje die je altijd helemaal boven in Google brengt? Nee, uiteindelijk gaat het om hoe lang blijven mensen op je website. Google kan allemaal dingen meten en andere zoekmachines over hoe mensen op jouw website
navigeren. Hoe langer mensen op jouw website blijven, hoe beter je gevonden wordt in de zoekresultaten. Want dat is wat Google wil. Mensen zo lang mogelijk op een website laten zijn. Dus ik wil gevonden worden op marketing, bedrijfsgroei. En als ik met mensen lokaal wil werken, dan zou ik dus ook wel even mijn stad of een grote stad in de buurt daar plaatsen. Zodat je niet elke keer helemaal naar de andere kant van het land hoeft om mensen te kunnen zien. Dus marketing en bedrijfsgroei. Dat zou ik kunnen doen. Marketing en bedrijfsgroei. Advantage Media Group. En dan de slogan. Gewoon nog wat tekst over je website. Die komt niet in de zoekresultaten. Maar dan kan je zeggen. Wij helpen bedrijven. Klein en groot. Om meer business te genereren. Dan neem je de site pictogram op dit moment. Zie je een mooie wereldbol. En hier bij YouTube zie je zo'n play button. Dan moet je een vierkant PNG bestand hebben. Ik heb die. Je kan meedoen met die bestanden die we gedownload hebben. Images tutorial. How to make a website. En dan eerst hier de Faviken Advantage Media Group. Die open ik. Die selecteer ik. En ik sla het bijsnijden over. Dan klik ik op publiceren. En nu zie je hem hier zo verschijnen. Supermooi. Ook hier als ik dit vernieuw. Prachtig. AMG. Net als Mercedes. Top. Dan gaan we terug. Dan klik ik hier zo op dit blauwe icoontje. En als je dat niet kan vinden. Oh, dan gaan we even terug. Dan gaan we dus naar de algemene opties hierboven. Header. Dan klik je hier op logo. Selecteer het logo. Bestanden uploaden. Bestanden selecteren. En dan ga ik dus naar het blauwe logo wat ik gebruik. En wat ik altijd doe om ook weer beter gevonden te worden in Google is de titel. Daarvan haal ik de streepjes weg. Dan kopieer ik de titel. Command A. Ctrl A. Kopiëren. Plak in de alt-tekst en in de beschrijving. 3 keer op totaal. Zonder streepjes. Selecteer. Daar is die. Dan hoef ik niet de site-titel te laten zien hier. Dus die zet ik uit. En dan kan ik hier de hoogte van het logo aanpassen. En dat vind ik zo fijn aan dit thema. Je kan het pixel perfect maken. Nou, ik denk dat 34 prima is. En dan vind ik dat eigenlijk wel even goed voor nu. Wat ik ook nog heb is de kleuren die ik aan wil passen. Dus ik ga hier naar kleuren in het thema. Dan heb je een kleurenpalet. Dus als ik dit verander naar oranje, dan zie je dus dat de kleuren hier aangepast worden. En door heel de website heen kunnen we deze kleuren selecteren. En dat betekent dat als ik door heel de website bepaalde kleuren uit dit palet selecteer en ik verander dit kleurenpalet, dat ook alle kleuren binnen de website aangepast worden. En op die manier kan je dus heel makkelijk de stijl van je website veranderen. Dus je maakt een website voor een klant of voor jezelf en je denkt ineens, hey, ik wil toch gebruik maken van een andere kleur of even kijken hoe dat eruit ziet. Verander je alleen deze oranje kleur en overal in de website waar je deze oranje kleur hebt gekozen, verandert die kleur naar de kleur die je hebt gemaakt. Dus dat scheelt je heel veel tijd. Dus ik ga naar palet 1. En dan pak ik even de Color Pick Eyedropper van Google Chrome. Dat is een extensie. Dan klik ik op deze kleur. Command C of kopiëren. Wordt dit mijn standaard kleur. Mijn eerste kleur die ik wil gebruiken. Hashtag ervoor. Plakken. En dan zie je deze donkere kleur. Dan plak ik hem nog een keer. Hashtag als mijn tweede kleur. Maar dan wil ik hem wat lichter hebben. Oké, dan heb ik kleur 3. Dat is een wat lichtere kleur. Kleur 4, die wil ik helemaal zwart. Kleur 3, die wil ik eigenlijk grijs hebben. Zo, dat wordt de tekstkleur. Dan heb ik kleur 5, die wil ik oranje maken. En dan wil ik kleur 8. Weet je wat eigenlijk? Kleur 6. Die wil ik helemaal wit. Deze kleur ook. Deze kleur ook. Dus ik wil eigenlijk gebruik maken van 5 kleuren. Donkerblauw. Lichtblauw. Zwart. Grijs. Zwart. Oranje. Mag wel iets oranje zijn. En dan 3 keer wit. Dus eigenlijk deze 2 hoef ik niet. Dus die laat ik gewoon wit. En wat ik nou hier zie. De basistekst. Hier kan ik dus die standaard kleuren selecteren. Om een voorbeeld te geven. De links hier zijn
dit moment donkerblauw. Die wil ik eigenlijk grijs hebben of zwart. En als ik dat doe, dan zie je dat ze hier zwart worden. Maar wanneer ik er overheen hover, dan worden ze blauw. Dus hebben ze de tweede kleur geselecteerd, maar ik wil de oranje kleur. Dus als ik deze nou selecteer, dan zie je dus dat die oranje is. Als ik dan die oranje kleur aanpas, dan wordt dat hier ook gelijk aangepast. Dus op die manier kunnen we een hoop tijd besparen. Als ik hier de selectie van maak, dan is de achtergrond donkerblauw en de tekst wit, omdat ik dat hier geselecteerd heb. Randen zijn standaard oranje. En dan kan ik dat altijd nog aanpassen, ook hier deze kleuren. De achtergrond van de website wil ik altijd wit hebben. Anders krijg je dit, dat wil ik niet. Dus hier hebben we een paar basiskleuren die we aan kunnen passen. En als je het op wil slaan, klik je op publiceren. Dan kan je eruit gaan weer. Dus nu hebben we een menu. Het ziet er zo uit. We gaan later nog kijken hoe we dit mooier kunnen maken. Maar voor nu wil ik me gaan richten op het maken van de pagina. Dus ik klik hier. Dan ga ik naar de homepagina. Dan staat er klaar om je eerste bericht te publiceren. Maar ik wil op de homepagina geen berichten laten zien. Nee, ik wil gewoon een homepagina maken. Als je gaat naar Apple, zie je hier ook geen blogberichten. Dus ik wil gewoon laten zien waar mijn bedrijf voor staat op de homepagina. Daarvoor moeten we nog één instelling aanpassen. Dat kunnen we hier doen in de Customizer. Dan scroll ik helemaal naar beneden. En dan staat er homepagina of de homepage instellingen. En dan verander ik dit van mijn laatste berichten die ik zou moeten laten zien op mijn homepagina naar een statische pagina. En die pagina selecteren we en dat is de homepagina. Als we nou blogberichten willen laten zien, dan kunnen we daarvoor de blogpagina selecteren. Ik publiceer het. Ik sluit dit. Ik kan dit heel erg mooi gaan maken en dat ga ik ook doen. De header van de website heet dat. Je hebt een header. Je hebt een footer. Daar gaan we nog naar kijken. Maar waar ik me nu op wil gaan richten, is het maken van de homepagina. En om dat te doen gaan we gebruik maken van een pagebuilder, een paginabouwer, genaamd Elementor. Elementor is de beste gratis pagebuilder en daarmee kan je fantastische websites maken. En het mooie is, ik ga je stap voor stap laten zien hoe jij dat kan doen. De tool is ongeveer ontstaan in 2017. Toen werd ik volop gespamd door iemand die zei, hey, probeer onze tool nou eens. Nou, toen was ik nogal bezig met betaalde tools, want ja, die waren beter. En toen ik Elementor ontdekte, dacht ik, dit is de tool waar ik al zo lang op heb gewacht. En de tool wordt alleen nog maar beter, Elementor. Er is ook een pro-versie, daar zal ik ook tutorials over maken. Dit is echt by far de beste gratis pagebuilder. En om die te downloaden, gaan wij naar wpferdy.nl/epb. Elementor pagebuilder. We drukken op enter. En hier hebben we onze gratis pagebuilder. Er staat hier, probeer de gratis versie. Nou, dan moet je allemaal vragen beantwoorden. Dat skippen wij. En dan moet je echt gaan zoeken waar de gratis versie is. Dus er is ook een betere manier om dit te doen. Kijk, hier is die dan. En dan hier zo onder. Maar best wel veel romslom. Laat me je een andere manier zien. Te downloaden. Dat is door naar de achterkant van de website te gaan. Dan gaan we naar plugins. Nieuwe plugin. En dan hier zo zoek ik naar Elementor. En dan klik ik op nu installeren. Elementor website builder. Meer dan 5 miljoen installaties. Ondertussen eigenlijk al meer dan 10 miljoen. Maar WordPress stelt niet verder dan 5. Om een of andere reden. Misschien heeft die eigenaar 5 kinderen en wil ik niet meer. Dat zou zomaar kunnen. Ik activeer de plugin. Nou, nu kom ik ineens bij Elementor terecht. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik klik hier op overslaan. Overslaan. That's it. En nu wordt er automatisch een pagina aangemaakt. Dat wil ik ook niet. Dus ik ga het niet publiceren. Ik klik hier en ik klik op terug naar het dashboard. Dan klik ik weer hier zo. Het WordPress icoontje. En dan zie ik hier het concept van Elementor. Die gaat de prullenbak in. Ze doen allemaal manieren. Dat is wel slim om je zoveel mogelijk te betrekken bij het kopen van iets. Ik ga weer terug naar waar ik was, naar de homepagina. Dat is de homepagina hier zo. Dan klik ik op pagina bewerken. En nu wij Elementor hebben geïnstalleerd, zien we hier een button. Bewerk met Elementor. Daar klik ik op.
En daar is de page builder genaamd Elementor. Hier gaan we mee werken en hier gaan we een prachtige website mee maken. En sinds er een update is, wil ik je even laten zien dat het kan dat je misschien niet de meest up-to-date versie hebt van Elementor. Waarschijnlijk heb je die wel, maar als je dat niet hebt, dan ga ik je nu laten zien hoe je die wel kan krijgen. Als je hier inner sectie ziet staan, dan moeten we even wat veranderen. Dan klikken we hier, gaan we terug naar het dashboard. Klik weer op WordPress op het icoontje. En dan gaan we naar Elementor. Instellingen. Experimenten. En dan scrollen we een beetje naar beneden. En dan staat er Flexbox Container. Die zet ik van standaard naar actief. En dan klik ik op wijzigingen opslaan. Nu, wanneer we naar de website gaan. En ik klik op bewerk met Elementor. Dan zien we containers staan. Dat is wat je moet zien. Dus zo. Hier ben ik heel blij mee. Deze kan ik sluiten. Dit is de front end of our website. Sorry, dit is Engels. Dit is de voorkant van onze website. En dit is de achterkant waarin wij onze website gaan maken. Nou, voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even een paar instellingen aanpassen. De allereerste, ik wil hier een full width pagina van maken. En deze titel wil ik weg. Dus om dat te doen, klik ik hier op dit icoontje, instellingen. En dan verander ik de pagina layout naar Elementor volledige breedte. Daarmee verdwijnt automatisch ook de titel. Klik op updaten. Top. Dan ga ik hier naar de drie streepjes hierboven. Ga ik naar de gebruikersvoorkeuren. En dan zeg ik de user interface moet donker zijn. Paneelbreedte kan ik nog aanpassen. Zoals je ziet. Maar ik vind 300 prima. En de bewerken functies wil ik aan hebben staan. Top. Update. Oké, als ik dan op dit icoontje druk met die 9 vakjes, dan zie ik allemaal elementen. Er staat hier ook elementen. Een container, een koptekst, een tekstbewerker, een knop, een video. Dit is voor de pro-versie. Die gebruiken we nu nog niet. Daar heb ik ook wel tutorials over. Nog meer, een pictogrambox, een iconenlijst, tabs, melding, etc. Die kunnen we allemaal hier naartoe slepen, want Elementor is een drag-and-drop builder. Wat houdt het in? We kunnen hier gewoon dingen naartoe slepen en dan kunnen we het aanpassen. Dus wat ik kan doen om te beginnen, klik ik hier op de plus en kunnen we een sectie maken of een container. Dus ik klik op de plus en dan kan ik de structuur selecteren. Ik kan één grote container maken. Ik kan ook een container maken met twee gedeelten. Dus een linker gedeelte en een rechter gedeelte. Dat kan handig zijn als ik links een tekst wil plaatsen. En rechts een afbeelding. Ik kan ook 3 columns hebben in een container. Dus als ik misschien 3 diensten wil laten zien met een afbeelding, een tekst en een knop, dan kan ik dat 3 keer naast elkaar laten zien. En zo zie je verschillende structuren. En om je even een beetje de basis te laten zien van hoe het werkt. Ik klik hier zo op. En dan zie je hier een container. Dan kan ik deze container aanpassen. Dus ik zie hier de layout. Hier kan ik de content instellingen aanpassen. Daar gaan we nog veel meer over praten. Dan heb je de stijl. Daarmee kan ik dit een bepaalde stijl geven. Dus een bepaalde kleur. Dus ik kan de achtergrond aanpassen naar de kleur van de website. Of ik kan een gradient, een verloop creëren in de achtergrond. Dan kan ik de locatie veranderen. Ik kan de hoek veranderen. Ik kan het van lineair veranderen naar radiaal. Je kan een video in de achtergrond plaatsen of een dia voorstelling, meerdere afbeeldingen. En heb ik geavanceerd. Daar kan ik spelen met de marge en met de padding. Daar gaan we allemaal nog over praten. Maar stel nou dat ik hier weer terug ga naar alle elementen. En ik ga voor een koptekst. Die sleep ik hier naartoe. Dan kan ik dus hier de content aanpassen, links bij de inhoud. Dus ik kan zeggen digitale marketing en business groei. Dus hier is de content. Dus ik kan zeggen wat voor titel het moet zijn. H2, H1. Hier kan ik het uitlijnen. Maar dan bij stijl kan ik het een andere kleur geven. Dus kan ik de tekstkleur bijvoorbeeld wit maken. De typografie kan ik hier het font veranderen. Iets anders. Kan ik de afmeting groter maken, kleiner maken. Kan het heel dik gedrukt maken. Of juist heel dun. Ik kan het allemaal hoofdletters maken. Dus bij de stijl ga je echt de stijl aanpassen. En nu wil ik het je gewoon even allemaal snel laten zien. Maar we gaan er echt nog wel dieper op in.
Dus we hebben nu een container. Die kunnen we aanpassen. De stijl, dus de achtergrond, die oranje met blauw. Dan hebben we in die container een koptekst. En daar kunnen we ook allemaal dingen aanpassen. Bijvoorbeeld bij geavanceerd. En als we naar geavanceerd gaan, kan ik zeggen, ik wil wat meer marge inbouwen. Dus ik wil 100 pixels aan alle kanten marge. Dus dit zijn 100 pixels. Dus wat we hier hebben is een container. Daar klik ik op. De container heeft bepaalde instellingen. Dus hoe moet het eruit zien? Wat is de stijl? Nou, de stijl naar de achtergrond is bijvoorbeeld de stijl van deze container. En in die container hebben we een koptekst. Daar hebben we de tekst van aangepast. We hebben het een header 1 gemaakt. We hebben hem uitgelijnd in het midden. Dan bij de stijl heb ik gezegd dat het een witte kleur moet hebben, de tekst, en een bepaalde typografie moet hebben. Dan bij geavanceerd heb ik gezegd dat er een bepaalde marge om de tekst heen moet zijn. Nou, dat ga ik even weghalen. Ik ga naar de container toe, naar de layout. En dan ga ik zeggen dat de minimale hoogte 500 moet zijn. Maar goed, nu zie ik die tekst hier zo staan. Dat ziet er een beetje gek uit. Hoe kan ik dat aanpassen? Dan ga ik hier naar items in de layout. En dan kan ik zeggen dat ik alles in het centrum wil hebben. Maar ook verticaal wil ik alles in het midden hebben. Wat ik nu kan doen, kan ik opnieuw naar alle elementen gaan. En kan ik een knop plaatsen. En wat zie ik nou? Die knop, die valt ook in het midden. Waarom? Omdat ik hier bij de container heb gezegd, bij items, dat alle inhoud verticaal in het midden moet uitlijnen. Nou, als ik denk, ik wil deze button eigenlijk onder de tekst, dan sleep ik het hieronder. En als het nou niet lukt, dan kan ik dat hier ook doen. Dat is de navigator. Die kan je weghalen. Die kan je ook hier zo weer terughalen. En als je een heel groot scherm hebt, dan kan je hem ook hier rechts plaatsen. Dan wordt de website wat smaller. Maar zo kan je echt op, ja, zo fijn werken. Ik vind Elementor helemaal geweldig. En op die manier kan je dus prachtige websites maken. En ik probeer je te laten zien hoe je een website kan maken. Maar ik wil je ook laten zien hoe je hier handig mee kan worden. Hoe je op een snelle manier, een effectieve manier, websites kan maken. Nou, de knop mag eronder. En bij die knop zeg ik natuurlijk, bij de stijl, ja, die achtergrond, die wil ik eigenlijk wel wat meer in de stijl van de website. Dus die kan ik blauw maken. Maar als je er overheen hovert, ga ik naar de hover tab, mag die achtergrondkleur weer iets anders worden. Bijvoorbeeld wat lichter. Als ik nu klik op update en ik vernieuw de pagina, dan ziet het dus zo uit. Dus dit is hoe wij onze website gaan maken. En dit is gewoon even een hele beknopte introductie. Stap voor stap ga ik je laten zien hoe je professionele websites kan maken met de gratis page builder van Elementor. Oké, ik ga een website maken waarvan ik geloof dat die door heel veel mensen gebruikt kan worden. Maar je moet natuurlijk zelf de content veranderen en de afbeeldingen. Het is vooral belangrijk dat je leert hoe je met deze page builder aan de slag kan gaan. En dat je leert hoe je goede tekst op een website kan zetten die converteren. Dames en heren, jongens en meisjes, nu begint het belangrijkste gedeelte van de tutorial. We hebben alles opgezet, alles geconfigureerd tot het punt dat wij nu een pagina kunnen gaan bouwen met Elementor. De beste page builder in de wereld. En ik denk zelfs, mochten er andere werelden zijn, ook van die werelden. Afhankelijk van, we gaan gewoon verder. We gaan beginnen. En als je nou vragen hebt, als je ergens vastloopt, laat het me weten in de reacties. Dan doe ik mijn best om te beantwoorden. Het is nog een beetje lastig. Ik moet af en toe leren om te switchen tussen verschillende kanalen. Dus ik zie niet alles meteen binnenkomen. Maar ik doe mijn best om je te helpen. Vandaar ook deze tutorials. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen. Dus we gaan beginnen met de eerste container of de eerste sectie zoals we dat noemen. Dit hier is een sectie. Ik klik op de plus en wat ik al liet zien, dan kan je kiezen voor een bepaalde structuur. En ik wil gaan voor deze structuur, een linker gedeelte, een rechter gedeelte. En dan hieronder een paar logo's. En deze hele container kan één en dezelfde afbeelding hebben. En dat vind ik ideaal. Dus ik klik op deze. En begin ik bij dit gedeelte. Dus ik klik op dit icoontje hier om naar alle elementen te gaan. En dan wil ik beginnen met een koptekst. Die sleep ik hier naartoe. En dan hier links kan ik de tekst kiezen. Dus ik zeg, realiseer bedrijfsgroei met gemak. Dat is wat ik bied als dienstverlening. En als je fotograaf bent, dan kan je zeggen, hey, ideale bedrijfsfoto's of weddingfoto's, wat je ook doet. Probeer niet te veel woorden gebruiken. Ga niet een hele lap tekst hier plaatsen. Mensen willen gewoon snel zien, hey, wat kan dit bedrijf voor mij betekenen? Vind ik het waard? Yes?
En geen typfouten. Dan klik ik gewoon hier. En dan ga ik naar de tekstbewerker. En die sleep ik gewoon hier naar beneden. En als ik wil zien waar die komt. Hij kan links, zag ik. Hij kan rechts. Maar ik wil hem hieronder. Als ik dat zie, dan laat ik hem los. En daar komt die. Dan kan ik de tekst bepalen. Gewoon straight to the point. Wij helpen bedrijven klein en groot om op te schalen door rebranding en marketing. Jij hebt een boodschap, jij hebt een dienstverlening. Wij helpen jou om dat op zo'n manier in de markt te zetten dat mensen zaken met je willen doen. Ja, dus gewoon een titel, dan een kleine tekst die nog een beetje verduidelijkt wat hiermee bedoeld wordt. En dan een call to action. Dat is gewoon een button, een knop. En wat ik hier wil laten zien is eigenlijk wat ik al heb. Dus ik wil mijn cases laten zien. Dus ik ga hier naar de tekst. Die noem ik cases. En die moet naar deze pagina gaan. Dus hier bij de link typ ik in cases. En omdat ik daar al een pagina van heb, kan ik daaruit kiezen. Bam. Ik kan hier de afmetingen aanpassen. Maar dat hoeft in principe niet. Want dat kan ik ook hier bij de stijl doen. Maar nu wil ik gewoon even snel dit gemaakt hebben. Dan ga ik hier naartoe. En zoek ik de afbeelding. En die sleep ik hier naar rechts. En als je de afbeelding gebruikt in deze tutorial die ik jou gegeven heb. Dan kan je die afbeelding nu kiezen. Ik ga naar de Desktop Images Tutorial. How to make a website 2022. En dan hier de header Case Study. Open. Zodat mensen gelijk kunnen zien. En daar is de afbeelding. Super. Maar ik vind het er niet uitzien. Ik kan het updaten. Dan kan ik hierop klikken. Dan zie ik het resultaat. En het mooie is, omdat ik op het oogje heb geklikt, als ik nu iets aanpas. Dus ik plaats die T weer terug, gemaakt, en dan klik op updaten. Dan vernieuwt de pagina automatisch hier met de T erbij. Dus dat is handig. Scheelt weer een keer refreshen. En nu is het weer terug. Wat je ook kan doen, je kan deze sluiten en dan kan je hierop klikken. En dan zie je ook het resultaat wat je hier zou zien. Nou, ik vind het nog niet heel boeiend uitzien. We gaan het mooier maken, maar wat ik ook wil doen nu, je ziet hier zo dat de website begint en hier dat die eindigt. En hier zie je dat er zo'n verschil tussen zit. Hoe kunnen we dat aanpassen? Dat kunnen we op twee manieren doen. Allereerst ga ik hier naar de customizer. Dan ga ik naar algemeen layout. En dan zie ik de breedte van de website. 1290 pixels. Als ik dat kleiner maak, smaller maak, dan zie je dus dat het hier allemaal dichter bij elkaar komt. Nou, ik vind 1180 vind ik prima. Dus daar wil ik me op richten. Het komt ietsje dichter bij elkaar. Dat publiceer ik. Dan sluit ik dit. Dan ga ik naar Elementor. Dus deze kan ik nu even sluiten. Dan ga ik naar deze drie streepjes onder elkaar. Naar de site instellingen. En dan naar de layout. Dus ons thema heeft een layout met een breedte. Maar de WordPress editor. Maar Elementor heeft ook een layout. Dus hier plak ik dit. Dan zeg ik ook 1180. Updaten. Sluiten. En als ik nu de website bekijk. Dan zie je dat het gelijk staat aan elkaar. Dus dat is wat ik wil. Hier zie je dat niet, omdat hier wat padding en margin is. Maar als je het zo sluit, dan zie je dat het perfect werkt samen. Oké, wat ga ik doen? Ik ga een paar dingen aanpassen. Ik klik hier. En dan ga ik naar de stijl. En dan kies ik voor een verloopje in de achtergrond. De eerste kleur is deze thema kleur 1. En de tweede kleur is thema kleur 2. Top. Ik kan de locatie aanpassen. Dus ik kan er echt een dikke streep van maken. Ik kan de hoek aanpassen. Ik kan er een radiaal van maken. Dan kan ik meer spelen met de softness. Maar ik wil gewoon lineair van 0 tot 100. En dan de hoek, die wil ik draaien naar 90 graden. Dus links is het donkerder dan rechts. En dat zie je, je ziet dat het over heel de container gebeurt. Dan ga ik hier naartoe. Ik klik erop naar de stijl. De tekstkleur, ik wil dat die wit is. En wat ik ook wil, dat deze kleur wit is. Dus ik klik hier, stijl, tekstkleur. Kleur 6. Top. Dan ga ik hier naartoe. En de stijl. En ook eigenlijk wel dat de achtergrond kleur oranje wordt.
Wanneer people, en wanneer mensen er overheen gaan met hun muis, ga ik naar hover. En dan wil ik een animatie dat hij een klein beetje groeit. Zo. Top. Oké. Okay. Updaten. Oké, so far. So good. Je ziet even deze afbeelding niet. Waarom? Ik weet het niet. Wat ik nu wil doen, ik ga naar deze container. Dus met deze drie elementen. En dan ga ik naar de items. En dan zeg ik dat ze verticaal in het midden uit moeten lijnen. Update. Vernieuwen. Nu staat hij in het midden. Perfect. En dan wil ik het lettertype aanpassen. Op dit moment hebben we geen echt toegewezen font. Gewoon een standaard. Hoe kan ik die veranderen? Ik ga hier naartoe. Naar de site instellingen. Dan ga ik naar typografie. En de typografie van het body, dat betekent deze tekst hier, die wil ik Open Sans hebben. Dus als ik die aanpas nu, let dan even op dit gedeelte. Zie je, die verandert dan. Dus als ik hier zeg Open Sans, dan wordt alle tekst in de website Open Sans. Dan kan ik hier nog de grootte bepalen. En ik ga voor 18. De grote 18. Dan ga ik naar de H1, de header 1. Dat is deze hier. En dan verander ik de typografie. Sorry, naar Nunito. Kopieer ik dit even. En dan selecteer ik. H2, zelfs verhaal. Dus allemaal even opzetten in het begin en dan daarna. En werkt het gewoon voor altijd, totdat je het verandert. We zien al dat het lettertype is veranderd, want dit is een H2. Alle headers verander ik naar Nunito. Dus de tekst is Open Sans. En de headers zijn Nunito. En dat wil ik eigenlijk ook in het menu, hier zo. Het hoort allemaal bij branding dat je niet te veel verschillende kleuren gebruikt en verschillende lettertypes. Dus hier ben ik blij mee. Vernieuw de pagina. Oké. Wat ik nu wil doen, ik vind dat dit wel een hele grote header is. Dus ik ga naar de customizer. Voordat ik dat doe, dit wat we hier maken, doen we dus met Elementor, met de page builder. En dit wat we hier maken, doen we met het thema. Dus dat is het verschil. Dus als we het thema willen aanpassen, gaan we naar de customizer. Dan ga ik naar de header. Dan kan ik hier overheen gaan met de muis en dan klik op hoofdrij. Dan verander ik dit naar 70. Dan zie je wordt wat minder hoog. Top. En dan ga ik hier op klikken. Zie je eerst ook weer hier de content, hoe je die aan kan passen. En dan hier zo het ontwerp. Dus de stijl. Dan verander ik dit ook naar Nunito. Je ziet dat die dan verandert. En dan kan ik dit nog aanpassen naar 600, wat smaller. 500. Mag voor mij wel ietsje groter. Dus dit verander ik naar, kantje omhoog, naar 14. Oké. De letterkleur kan ik aanpassen. Kan ik blauw kiezen. En als ik er overheen hover, dan wordt die oranje. En als ik erop sta, zoals ik naar de casuspagina ga, dan blijft deze oranje. Ik vind het gaaf. Van mij mag hij nog wel ietsje vetter. Gewoon duidelijk. Bam. Even kijken of hij nog wat groter moet. En dan ietsje minder vet gedrukt. Juist, we komen er wel. Oké, dat is nou ook weer naar mijn zin. We gaan hier later nog kijken naar de header, maar nu wil ik gewoon ons focussen op de Elementor Page Builder. Ga ik weer terug. En ik vind persoonlijk, het gaat er steeds ietsje beter uitzien. Maar we hebben nu nog dit gedeelte hieronder. Daar klik ik op de plus. Dan zoek ik naar een afbeelding. Dat kan ik ook doen, zoeken. Dan sleep ik dat hier naartoe. En dan kies ik hier een afbeelding. En ik heb een paar logo's voor je. Klik op bestanden uploaden. Bestanden selecteren. Dan kan je naar logo's gaan. Klik hier, command of control A. En allemaal uploaden. En nu wil ik alle witte logo's gebruiken. Dus ik pak Uber. En die kan ik linken als ik wil naar een aangepaste URL. En dat zou dus mijn case study van Uber kunnen zijn. Dus dat zou dan verdik.nl
/Uber. Dan moet ik zeggen, ik heb hem nog niet. Als je een linkje wil hebben, kan je ook hashtag doen. Die linkt dan nergens naartoe, maar dan is het wel een link. Dus als je eroverheen hovert, zie je een het icoontje veranderen. Dus daar hou ik het even bij. En wat ik dan wil doen, ik wil dit even dupliceren. Dus ik scroll een beetje naar rechts. Klik ik hier. Dan ook hier recht de muisknik dupliceren. Of ik selecteer het command Ctrl D. En nu heb ik er 5. Wat je hier ziet. Ik heb een container met daarin 3 containers. Een container links, een container rechts en een container onder. Dus deze kan ik hernoemen door dubbel te klikken. Hero. En op die manier kan ik een beetje structuur houden. Dus de subcontainer, die kan ik noemen. Titels. De rechter kan ik noemen. Afbeelding. En die daaronder noem ik logo's of case studies. Dus wat ik nu ga doen, ik ga hier naartoe, naar deze. En die bevat dus al deze 5 logo's. Dan kan ik naar layout gaan en dan naar items. En dan kan ik zeggen, in plaats van dat ze allemaal onder elkaar staan, wil ik ze allemaal van links naar rechts laten lopen. En dat is precies wat ik wil. Kan ik ze ook nog anders uit laten lijnen. Wat ik nu doe, ik klik op het tweede logo en ik verander het logo naar SpaceX. Dan ga ik naar de derde toe, verander het logo naar Sony. En de vierde, Meta. En de vijfde, Coca-Cola. Update. Klik hier en dan zie ik gelijk hoe het eruit ziet in een vernieuwde staat. So far so good. Nou, dat ziet er prima uit, maar ik vind wel, er is wel heel weinig ruimte hier. Dan kunnen we 2 dingen doen. Of ik ga naar de grote hero die alles contained. Dan ga ik naar de minimale hoogte. Die kan ik verhogen. Maar dan zie je ook wel weer veel ruimte hier tussen zitten. Wat mij ook opvalt is dat dit niet in het midden is gecentreerd. Dus ik klik op deze container. En dan ga ik naar items. Verticaal in het midden uitlijnen. Top. Dat zou ik hier eventueel ook kunnen doen. In het midden. Oké. Dus hoe groter ik de hero maak, hoe hoger. Het blijft allemaal gecentreerd, maar er is wel veel ruimte hier zo. En dat vind ik niet zo mooi. Dit ziet er niet uit, vind ik. Dus wat ik kan doen, ik kan zeggen, weg met jou, ik heb jou niet nodig. Maar ik ga gewoon naar de hero, dan geavanceerd. En bij padding, dat betekent ruimte vanuit binnen de container, zeg ik uncheck, wil ik boven 50 pixels ruimte en onder ook 50 pixels ruimte. En als ik links en rechts ook zou doen, dan zou je zien dat hier ruimte ontstaat en hier ruimte ontstaat. Dat is voor mij niet nodig. Dus ik klik op updaten. En automatisch zie je hier het gevolg. Hou er rekening mee dat de hero dat het beste is als je die kan zien op alle devices. Ik weet dat ik heb mijn computer een beetje ingezoomd omdat ik een groot scherm heb. Als ik hem op 100% zet, dan weet je, als iemand op mijn website komt, dan zien ze dit. Dat ziet er prima uit. Maar zorg er ook voor dat op een 13-inch scherm dat het ook prima eruit ziet. Dat kan je doen met een rechtermuisknop. Inspect. Als je Chrome gebruikt. En dan kan je hierop klikken. En dan zie je hoe het er op andere devices uitziet. Oké, realiseer bedrijfsgroei met gemak. Wij helpen bedrijven klein en groot om op te schalen door rebranding en marketing. En we kunnen naar de cases gaan en als we daarop klikken. Dan gaan we naar de cases pagina en dan zien we dus dat deze oranje is, omdat we dat hebben besloten. Dat elke pagina die actief is, die oranje is. Top. Er is nog meer wat we kunnen doen. We kunnen heel veel doen, maar ik wil je alles stap voor stap laten zien. Wat we kunnen doen, hier bij de stijl van de container, dus de grote container, de hero, kunnen wij ook nog een overlay achtergrond hebben. Dat betekent dat we nog een achtergrond hier doorheen kunnen lopen. Dus we kunnen 2 gradients met elkaar laten mixen. Dan wordt het echt super foei lelijk, afhankelijk van de kleuren die je kiest. Maar als ik klik op klassiek, sorry, deze kleur moet even weg. Klik ik hier, gaat die terug.
Als ik klik op klassiek, kan ik ook een afbeelding toevoegen. Dus ik klik op bestanden uploaden. Dan kan je bijvoorbeeld naar pixabay.com gaan. Sorry, pixabay.com. En dan kan je zoeken naar Amsterdam. Dan kan je mooie foto's downloaden, gratis. Hoef je niks aan credit te laten zien. Maar best is toch wel iStock Photo. Dan betaal je wel soms 24 euro voor een afbeelding. Maar als je dan zoekt naar Amsterdam, dan is de kwaliteit gewoon veel beter. En ja, dit is wel het eerste wat mensen zien wanneer ze op je website komen en je zou een van die afbeeldingen gebruiken. Nou, ik heb een gratis afbeelding. Even ter illustratie. Ga ik even terug naar de map. Even kijken. Marketing Agency Amsterdam. Altijd, hernoem altijd je afbeeldingen. Noem ze geen IMG 0001. Want ook op afbeeldingen kan je gevonden worden. Dus ik noem het Marketing Agency Amsterdam, omdat ik daarop gevonden wil worden. Dan haal ik hier weer de streepjes weg. Kopiëren. Plakken. Plakken. Media invoeren. Nu zien we dus dat je en de gradient hebt, maar ook de afbeelding. Kan ik de positie aanpassen. Kan op een bepaald gedeelte focussen. Ik kan ook zeggen standaard en de afmeting bedekken. Dus dat die zoveel mogelijk binnen het kader probeert te passen. Als ik scroll, gebeurt er niks. Tenminste, dan scroll ik. Maar wat ik ook kan doen, ik kan de afbeelding afzetten. Dus ik zet vast. Als ik nu scroll, dan blijft dat zichtbaar. Ja, ik vind het allemaal hele leuke dingen. Ik vind dat de achtergrond iets te veel aanwezig is. Het wordt iets te onrustig. Dus als ik nu kijk, vind ik het gewoon iets te onrustig. Wat ik dan kan doen, kan ik zeggen de doorzichtigheid. Nog even aardig teruggeschroefd worden. Dat je het een klein beetje ziet. Dat kan je doen. Dit hoeft niet. Ik doe het ook weer nu niet. Maar wat je nog meer kan doen, we kunnen ook naar de achtergrond gaan en een videootje laten zien. Dus ik vind dat Neem of net dat de GoPro altijd wel hele coole. Sorry, GoPro Hero wel echt hele coole advertenties maakt. Hele coole video's. Dus ik ga naar video's. Even kijken hoor, of naar de meest bekeken. Allemaal best wel oud. 4 years. Of ik zeg gewoon GoPro Hero 10. Is 10 alweer uit. Deze. Dan kopieer ik het linkadres. Dan ga ik naar Elementor. Dan plak ik die hier. Dan begint hij met logo. Dat vind ik zo cool. Dit vind ik cool. Dus wat ik kan doen, ik kan de video even bekijken. Kijk, hier kan ik beginnen. Dus bij seconde 4 of seconde 5. Ik kan zeggen dat hij begint met seconde 5. Nou, of 10. Dat je gewoon gelijk dit ziet. Het is echt gewoon, ja, nou, dit soort shots vind ik super mooi. Dus je kan zeggen wanneer die start, je kan zeggen wanneer die stopt. Dan kan je een mooie video laten zien. En ook als je de video gebruikt, kan je een overlay gebruiken met deze kleuren, zodat het in de stijl van je website is. Nou, ik ga even terug. Ik haal het weer weg. Gaan we niet gebruiken. Ik gebruik gewoon deze. Dan bij overlay gebruik ik even niks. Maar dat wilde ik even laten zien dat dat kan. Nou, is het zo, ik haal deze even weg, dat dit er best wel leuk uitziet. Maar hoe ziet het eruit op een ander device, op een smartphone of op een tablet? Nou, daarvoor kunnen we hier klikken. En dan kan ik dit selecteren. Nou valt mij gelijk op dat hier dan geen ruimte is. Dus dan ga ik even hier naartoe, naar de container. Geavanceerd en dan de padding links en rechts. Ga ik even increasen. Naar 30. Links ook 30. Top ook trouwens, want het zit nu helemaal er tegenaan geplakt. 30 en 30. En dan automatisch zal dat ook het geval zijn bij een smartphone. Die neemt deze instellingen over. Tenzij ik weer bij een smartphone zeg, dat moet er weer anders uitzien.
Maar we gaan even terug naar de tablet. Want wat mij opvalt is dat dit er wel heel dicht tegenaan zit. Dus ik ga ook even naar deze container. Geavanceerd. Deze haal ik weg. En dan zag ik boven. Geef mij maar even wat meer ruimte. Top. En dan gaan we naar de telefoon. Realiseer bedrijfsgroei met gemak. Cases. Dan zie je hier de logo's. Wat ik ook kan doen. Die logo's wil ik niet laten zien op een smartphone. Dus ik kan hier klikken. Dan ga ik naar geavanceerd. Scroll ik naar beneden. Responsive. En dan zeg ik. Verberg jij jezelf maar even op een mobiel. Dan zie je zo van die strepen er doorheen gaan. Dan zal ik je even laten zien wat het resultaat is. Dit is hoe het eruit ziet op een normale computerscherm. Als ik het dan kleiner maak, is dit hoe het eruit ziet op een tablet. En als ik naar een smartphone ga, dan zie je dus dat het andere gedeelte weg is. En dit is zo handig. Gewoon met een gratis page builder, dat het allemaal zo makkelijk kan. En dan ook nog iemand die het uitlegt. Ik heb het over mezelf. Ik hoop dat je het waardeert wat ik je leer. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik doe mijn best om het leuk te maken. Vind je het nou leuk, zou je deze video dan een blauw duimpje willen geven. Tenzij de kleurtjes groen geworden zijn van de duimpjes, dan mag je een groen duimpje geven. En als je meer wil leren over het maken van websites met WordPress, ook meer ingewikkelde websites, dat is mijn passie om dat uit te leggen. Dan kan je abonneren en dan zie je als een van de eerste wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En het idee is om dat elke week te doen. Is wel een beetje hoog gegrepen, maar hey, let's go for it. Dan gaan we gewoon weer verder. Tot nu toe hebben we dit gemaakt. Ik vind het er allemaal prima uitzien. Buiten de webhosting hebben we nog geen cent uitgegeven. Oh jawel, voor ons domeinnaam. Nee, die was gratis. Dus we zitten onder de €60 aan wat we betaald hebben. En dit is al wat we online hebben staan. In mijn geval op verdik.nl. Ik ben er blij mee. En we gaan gewoon verder. We pakken door. Dus ik sluit even alles wat ik niet meer gebruik. Dit is wat we hebben. En we gaan er mooie dingen bij maken. Ik zie nog één ding wat we kunnen doen. Ik zie elke keer dingen die we kunnen doen. Wanneer ik naar de container ga hier. De hero. Dan kan ik nog zorgen voor een mooi verloopje hier zo onderaan. Dus als ik naar layout ga. En dan naar stijl. Dan kan ik dit collapsen. Dan ga ik naar de vormscheiding. Die kan ik boven plaatsen. Dan kan ik het type verzinnen. Dus ik kan dit, zoiets als dit plaatsen. En elke verschillende type. Heeft ook weer zijn eigen instellingen. Dus je kan zoiets creëren. Je kan iets ook onder doen. Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel gewoon mooi om het even kijken, een kanteling te geven. Niet te hoog. Gewoon een kleine. Ik kan hem nog omdraaien. En ik kan hem naar voren brengen. Dat betekent dat hij voor de content komt of achter de content. Nou, het heeft nu niet met de content te maken, want die raken elkaar niet aan. Dus het maakt niet uit. Zo vind ik hem goed. Wil ik nog één ding doen? Ga ik naar de geavanceerde tab. En dan bij de padding onder kan ik het wat meer ruimte geven. Zoiets. En dan ga ik weer kijken hoe het eruit ziet op een ander apparaat. Nou, dat dacht ik dus al. Dus ook hier zo voeg ik het wat toe. En we kunnen dit dus pixel perfect aanpassen zoals wij dit willen. En dat vind ik zo fijn aan deze tool. Elementor tool. Prima. Nou, die aan de bovenkant die hoef ik eigenlijk niet. Dus ik ga naar stijl. Vormscheiding. Boven. Geen. Maar goed, je kan eens rondkijken wat je allemaal kan toepassen. Ik kan bijvoorbeeld ook een klein pijltje doen. Even kijken, waar is die? Normaal doe ik dit in het Engels. Maar goed, je kan ze gewoon allemaal proberen. Een pijl. Kijk zo. Zoiets. Gewoon een klein dingetje. Dat het allemaal net wat fraaier kan doen. Ogen. Yes, ik vernieuw de boel. En nu hebben we een coole schuine streep. En dan gaan we aan de slag met het tweede gedeelte, de tweede container in onze homepagina. Oké, volgende gebied. Ik klik hier op de plus en ik wil nu gewoon één grote container. Dus daar klik ik op. Dan ga ik weer naar alle elementen toe. En wil ik gewoon beginnen met een koptekst. Maar wat ik je nu al laat zien is hoe je je koptekst kan aanpassen. Dus als ik deze hier naartoe sleep, heb ik standaard gewoon een koptekst. Ik verander de tekst hier weer bij inhoud. Next level digitale marketing. Af en toe kan het geen kwaad om er een Engelse term in te gooien. Super 2022. Ook super 2023. De HTML tag is bij default H2. Dat
komt omdat je maar één header, één tekst mag hebben. Dus de belangrijkste titel, deze, die mag een H1 zijn. Ik kan nog steeds de stijl aanpassen, de tekst ietsje groter of kleiner maken. Dus de rest mag allemaal H2 zijn. En die ga ik stylen. Dus wat ik ga doen, ik ga naar geavanceerd. Dan zie ik hier zo dat er een achtergrond is en die wil ik graag blauw maken. Dus ik klik op de kleur en dan kies ik deze donkerblauwe kleur. Dan ga ik naar de stijl en stap voor stap of door de tutorial heen en door het proberen heen zal het steeds duidelijker worden hoe je door Elementor kan navigeren en hoe je het als een ideale snelle productietool kan gebruiken. Top, dan wil ik de tekst wat kleiner maken. Dus ga ik naar de afmeting. Het mag eigenlijk echt wel best wel klein zijn. 16 en dan wil ik de dikte ook terug hebben naar 400. Mag een beetje smaller zijn. Nou weet je wat, 500 en dan 15. Ga ik weer naar geavanceerd. Wil ik graag de marge, nee de padding wil ik wat groter maken. En wat ik al zei, padding is ruimte binnen het element. Als ik zeg marge, dan komt er een wit gedeelte omheen. Dus dat is de buitenkant en padding is de binnenkant. Eerlijk gezegd, na 23 jaar websites maken heb ik nog steeds wel eens dat ik even moet ontdekken wat nou precies wat is. Nice. En dan wil ik de breedte aanpassen naar aangepast. En dan met pixels wil ik perfect bepalen hoe breed dit element mag zijn. Ja. Zo breed. Dus op de pixel nauwkeurig kan ik bepalen hoe breed dit wordt. En dan ben ik er eigenlijk nu wel tevreden mee. Dan ga ik weer naar alle elementen toe. En dan sleep ik dit gewoon eronder. Oeps, het kwam erboven. Geen probleem. Dan zeg ik onze focus is jouw groei is onze focus. Dan sleep ik deze hieronder. Huppa. Dan ga ik naar de stijl. Wil ik de tekstkleur blauw maken. En de tekstgrootte mag dan wel iets kleiner. Zoiets. Dan ga ik naar geavanceerd. Sorry, ik bedoel naar alle elementen hier. En ik kan ook zoeken. Dat heb ik misschien al eerder laten zien. Ik ga zoeken naar tekst. En dan wil ik de tekstbewerker. En dan kan je hier een tekst plaatsen. Alweer gaat die erboven. Dat wil ik niet. Ik kan deze ook sluiten. Dan kan ik dit gewoon hier naar beneden slepen. Zo. En wat ik kan doen, ik kan naptekst gebruiken. Dit is ook naptekst. Als ik dat wil. Kijk, ik kan nu gaan naar een bekende website, naar nu.nl of zo. En alle tekst kopiëren en plakken om te zien hoe de tekst eruit ziet. Maar dan kan je weer gezeur krijgen met copyright en stuff. Dus ik ga naar Dummy Text Generator. En hier mag je gewoon alles kopiëren. Je kan ook wat instellingen plaatsen. Aantal woorden. Aantal paragrafen. Dan kan je dat kopiëren en plakken. Ik heb het al gekopieerd, dus ik plak dat hier. Die tekst. Super. En als ik wat meer tekst wil, kopieer ik dat. Plak ik dat. En wat ik nu wil doen, ik wil er twee kolommen van maken. Dus hier bij kolommen, nog steeds bij het tapje inhoud, zeg ik wil twee kolommen. Ik kan zelfs drie kolommen ervan maken. En het is allemaal zo makkelijk. Elementor doet al het harde werk voor ons. Wij kunnen gewoon dit doen. We kunnen nog de tussenruimte tussen de kolommen wat groter maken. En dan ga ik naar stijl. Ik kan het zo uitlijnen. Nou, dat vind ik eigenlijk wel cool. Dus dat doe ik gewoon. Hey, het is mijn website. En dan wil ik de tekst wat kleiner maken. Dus als ik nu hierop klik en pijltje omhoog, begint hij bij 1. Dat is wel heel klein. Ik had natuurlijk over pas op met te lange teksten. Dus het mooie is ook weer hier, als ik de tekst kleiner maak, dan wordt dat automatisch mooi verdeeld door Elementor. En als je nou denkt, hey, hier is wel heel veel ruimte tussen, hoe kan ik dat nou aanpassen? Dan kan je naar dit element gaan of naar dit element. Geavanceerd, de marge. Als ik hier niks mee doe, dan zijn ze alle vier hetzelfde. En als ik hierop klik, dan kan ik alles individueel aanpassen. Met marge kan ik ook in het negatieve gaan. Dus ik kan het wat dichter bij elkaar brengen. Als je dat wil. En op die manier. Ik zei net, ik heb 23 jaar websites gemaakt. Ik heb soms zo lopen stoeien met marge en CSS codes. En met Elementor is het gewoon zo simpel.
om dit te doen. En daar ben ik heel blij mee. Over marge gesproken. Ik zie dat hier heel weinig marge is. Dus ik kan nu gaan naar de container. En dan kan ik bij geavanceerd zeggen, ik wil dat deze container gewoon aan alle kanten 50 pixels ruimte geeft. Dus dan komt het hier vandaan en ook nog rechts. Klik op update. Dan zien we hier natuurlijk hoe het eruit gaat zien. Als dat niet lukt, even op het oogje drukken. Nice. Next level digital marketing. Jouw groei is onze focus. En wat ik zei, hè, als ik dit wil aanpassen, deze kleur, dan ga ik naar de customizer. Dan ga ik naar kleuren. En wanneer ik een tekstselectie maak, kan ik zeggen, dan wil ik dat de achtergrond oranje is. Ik sluit het. Als ik nu selectie maak, dan is het oranje. Dus het mooie is, met het thema kan je heel veel dingen aanpassen, wat echt gewoon geweldig is, vooral wat te maken heeft met de header en de footer. Maar ook met binnen Elementor kunnen we allemaal instellingen aanpassen. Dus het is gewoon een perfecte combinatie om die twee samen te gebruiken. Nou, vind ik het persoonlijk niet mooi dat hier alles zo is uitgelijnd en dan hier ineens 50 pixels naar rechts is gegaan. Dus ik uncheck deze. Rechts zeg ik niks en links zeg ik ook niks. Update. Top. Nou, dan ga ik voor het volgende gedeelte. Maar nu, is een beetje tricky, ga ik even naar de navigator. Die maak ik even los. Wat ik nu wil doen, ik wil een container hieronder plaatsen. Maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Hierboven kan het wel. Dus dan doe ik dat. Wat ik nu kan doen, dan kan ik de koptekst erboven slepen. En de tekstbewerker ook. Op die manier kan je dan hier een gedeelte creëren. Binnen deze container wil ik nog 3 containers. Dat is hoe je websites maakt in Elementor. Er was een andere manier met columns, maar nu werken we met containers. Het is echt super nieuw. Daarom wil ik de eerste zijn die daar een mooie. En daarom wil ik daar gelijk een mooie tutorial over maken. Dat wanneer je de nieuwe geüpdate versie van Elementor hebt, dat je niet denkt, hé, maar ik kan hier niet meer werken. Dat de tutorial dan outdated is. Ik heb gewoon maanden gewacht op deze update, zodat ik deze tutorial eindelijk kan maken. Container, ik sleep hem hier in. Nu kan ik iets cools doen. Rechtermuisknop. Dupliceer. Dupliceer. En dan zie ik dat ze hieronder 3 keer komen te staan. Dan klik ik op de container. Ik kan dubbel klikken. En dan noem ik dit cases. Casussen. Dan ga ik naar de items in de layout. En dan zeg ik, ik wil dat jullie naast elkaar komen te staan. Dus 1, 2, 3 in plaats van onder elkaar. Top. Dan ga ik hier naartoe naar alle elementen. En dan sleep ik een afbeelding hierin. Ik gebruik even een paar afbeeldingen die ik gedownload heb van het internet. Ik raad je van harte aan om dat niet te doen, want dan kan je een gezeur krijgen met copyright en al die dingen. Je kan ook naar Pixabay gaan of je gaat naar, of je maakt je eigen foto's of je laat ze maken, of je gaat naar iStock Photo voor hogere kwaliteit afbeeldingen. Maar aangezien het hier om portfolio items gaat, ik wil wat portfolio items laten zien, pak ik gewoon even wat losse afbeeldingen. Ik heb ook een tutorial, of die ga ik in ieder geval maken, over hoe je een portfolio maakt binnen je website. Omdat ik die nu nog niet heb, laat ik even gewoon zien hoe je dit kan maken, zodat je meer leert over de Elementor Page Builder. Dus ik heb hier deze afbeelding, dan klik ik hier. Dan kan ik een bestanden uploaden, bestanden selecteren en ik heb op mijn bureaublad 1, ik hou command of control gedrukt, 2 en 3 afbeeldingen. Die importeer ik. Je weet het. Je kan erop klikken, dan kan je alle streepjes weghalen. Zorg ervoor dat alles is geoptimaliseerd, dus dat je veel keywords in je titels gebruikt van je afbeeldingen. Want daar kan je ook op gevonden worden. En dat kost even tijd, maar in de loop van tijd zal het zich terugbetalen, hopelijk. Het is in ieder geval altijd goed om te doen. Ik ga nu voor deze afbeelding. Top! Dan binnen deze container wil ik ook nog een koptekst. Waarom lukt het mij niet om die hier beneden te slepen? Ik durf het niet te zeggen. Nu lukt het wel. Het kan ook zo en dan sleep je hem alsnog naar beneden. En dan verander ik de tekst. En dit bedrijf was Scary Lotion. Daar heb ik de totale rebranding van gedaan. Dat is niet waar. Het is een website die ik niet... Het is een fake website. Een nepbedrijf, Advantage Media Group.
Maar kun je gewoon laten zien, zo realistisch mogelijk, hoe je een professionele website maakt. Dus ik heb hier de titel, maar dat vind ik een beetje groot. Dus ik ga naar de stijl. Ik maak de tekstkleur donkerblauw. En dan ga ik hier naartoe en dan maak ik de afmeting wat kleiner. 14 is prima. Dan ga ik hier naartoe. Dan klik ik op dit icoontje. En dan kopieer ik heel dit element. Klik ik hierop. Dit zijn dan de categorieën. Dus die noem ik even consulting. Consults. Consult. Comma. Identiteit. Comma. IT en webdesign. En hier zo ga ik naar de stijl. Ga ik naar de typografie. En dan maak ik de transformatie hoofdletters. Dan ga ik hier naartoe. Maak ik de kleuren wat lichter. Dan ga ik naar geavanceerd. En check ik dit bij boven. Breng het gewoon even wat dichter bij elkaar. Carry lotion. Oké. Ik vind het er nog een beetje saai uitzien. Dus ik kan naar de container gaan. Hou er rekening mee dat je hier een container in een container hebt. Dus zorg ervoor dat je de goede hebt geselecteerd. Als je zeker wil weten dat het geval is. Ga je weer naar de navigator. En hier heb je deze container. En die bevat die drie andere containers. Naar de eerste ga ik. Dan ga ik naar de stijl. Achtergrond. Is gewoon prima. Dan ga ik naar de rand. En dan hier zie ik een box shadow. Dus dan krijgt hij een schaduw. Die kan ik hier aanpassen. Ik kan allemaal dingen mee doen. Ik kan hem ook terugbrengen. Ik kan de kleur aanpassen. Dus kan iemand een roodachtige gloed geven. Hoeft van mij niet. Ik wil gewoon een normale schaduw. Oké. Maar ja, wat ik nou niet zo mooi vind, dan begrijp je denk ik wel. Ik vind wel best wel een flinke schaduw, dus die wil ik eigenlijk wat minder maken allereerst. Oh, ik moet naar de container toe. Rand, schaduw. Hij mag wel wat minder heftig zijn. Oké. En dan ga ik hier naartoe. Geavanceerd. Dan zeg ik bij padding, uncheck, links. 10 pixels naar rechts. Dan kan ik ook hier doen. Vul ik 10 in. En hier zo eigenlijk ook wel onder 10. Of sterker nog 20. En dan ben ik er wel blij mee zo. Wat ik nu kan doen, ik kan dit kopiëren. En dan kan ik hier overheen hoveren. Verwijder ik deze. Dus nu zijn het er 3. Als ik er 4 van wil maken. Gewoon zo. En je hebt een 4e. Dus dat is al echt super cool. Dan klik ik hier. Ga ik de afbeelding aanpassen naar de 2e. En hier de afbeelding naar de 3e. En kijk hoe makkelijk dat is. Dupliceren. Dingen vervangen. De tekst aanpassen. Ik kan ook dubbel klikken hier. En dan daar de tekst aanpassen. Dus deze heet Bebe. Kan ik hier de tekst ook weer aanpassen. Ook hier dubbel klik. Hier ook een website gemaakt in Shopify. Ga ik ook tutorials over maken. En wat ik ook kan doen, ben ik al even vergeten. Klik ik hier. En ik wil heel dit gedeelte een link maken. Dus ik ga naar layout. Naar HTML tag. En klik op de A. Nu heb ik een link. Dus kan ik zeggen /carry-lotion. Maar aangezien ik nog niet zo'n pagina heb. Nu even cases. Kopiëren. Ga ik hier naartoe. Doe hetzelfde. En dan hier ook. Hetzelfde. Update. Even kijken hoe het eruit ziet. Geweldig. Nou wil ik hier meer ruimte plaatsen. Dan ga ik naar de navigator. Naar cases. En dan ga ik naar de items. En dan kan ik hier de elementenruimte groter maken. Dus als ik nou zeg 50. Vind ik wel mooi. En als ik denk, hey, ik wil ze toch onder elkaar. Dan kan je dit doen. Maar het ziet er niet heel mooi uit. Top. Update. En dan zal je zien. Is er wat meer ruimte? Kan ik hier nog meer ruimte toepassen? Nou,
Wat zou je moeten doen om hier meer ruimte toe te passen? Als het goed is, zou je moeten weten. Ik ga het je laten zien. Ik zou nu naar een van deze twee elementen gaan of naar deze container. Geavanceerd. Uncheck. De marge aan de bovenkant. Kan je dan iets groter maken. Update. Oké. Ik wil je nog een manier laten zien hoe je je workflow kan versnellen. Ik heb hier een button. Die heb ik nog niet, maar die zou ik willen plaatsen. Hier ook er wel een. Kan ik gewoon zeggen, dupliceer. Sleep ik deze gewoon naar beneden. En dan wil ik hem eigenlijk hieronder krijgen. Dus deze container, die sleep ik hier naartoe. Gaat het helemaal fout? Dat wil ik niet. Dus ik ga naar de navigator. Dan zie je hier zo de casus. Die sleep ik gewoon boven de knop. Die knop selecteer ik. Die breng ik naar het midden. Hier zag ik alle casussen. Of portfolio, ja. All cases. Bam. Alle casussen. Geavanceerd. Toch weer wat ruimte creëren hier. Ik wil gewoon een pijltje. Dus ik wil gewoon een pijltje. Dat wil ik gewoon. Ik ben een beetje verwend. Ik wil een pijltje. Dus pijl. Arrow. Naar rechts. Ik wil graag erna. Als ik hover, als ik er overheen ga, dan hovert die. En ik wil toch ook weer terugbrengen naar de stijl die ik ook hier heb. En dan is weer die donkerblauwe. En daarmee maken we deze container mooi af. Als je het mij vraagt. Gaan we nog even kijken hoe het eruit ziet op een ander apparaat. Oké. Daar mag de padding dus gewoon 50 zijn overal. En ik vind dat de tekst hier kleiner mag zijn. Wat je dan ziet als ik de tekst hier kleiner maak, dan zie je dat het alleen hier bij de tablet gebeurt. Doe ik wel 10. En dan mag de regelhoogte ook wel iets meer worden. Dat is wel een beetje weinig. Wat ik nu kan doen, kopieer deze stijl. Plak deze stijl. En plak deze stijl. Toppie-joppie. Ik word er blij van. Ik hoop jij ook. Ik vind het er goed uitzien tot nu toe. Klik op update. En dit is hoe onze website er nu uitziet. Professioneel, het ziet er al goed uit. We gaan maar aan de slag met de volgende container. En niet alleen dat, ik wil je ook laten zien hoe je productiever kan werken. Eerst wil ik even weer terug naar de normale desktop view. Ik klik op de plus en ik wil gaan voor twee gedeelten, twee columns. Dus ik selecteer deze. Dan ga ik eerst hierop klikken naar de stijl. Dan wil ik dezelfde achtergrond als hierboven. Best wel simpel. Ik selecteer deze kleur. 1 en 2. Die draai ik 90 graden. En we hebben een start. Wat ik wil gaan doen, ik wil eigenlijk heel veel dezelfde informatie hier vandaan halen. Hoe kan ik dat doen? Door hierop te klikken. Als ik hierop klik, dan dupliceer ik heel deze sectie. En nu wil ik eigenlijk één voor één al deze dingen hier naartoe slepen. Deze heb ik niet meer nodig, dus die kan ik weghalen. Daarmee komt er wat ruimte vrij om deze hier naartoe te slepen. Vervolgens deze. Oké, en deze button mag ook wel mee. Toppie. Nou, dat scheelt al een hoop. Ik moet wel een paar dingen aanpassen. Allereerst ga ik naar de sectie of naar de container. En wanneer ik sectie zeg of container, ik bedoel er hetzelfde mee. Gewoon het hele omvattende gedeelte waarin alle content is. En dan ga ik naar de layout. En dan zeg ik grapje, ik bedoel geavanceerd. En dan ga ik naar de padding voor de top 50 pixels. Dus de padding binnen het gedeelte waardoor de achtergrond meegaat. Dan ga ik allereerst naar de eerste koptekst. En dan ga ik naar geavanceerd achtergrond. En die verander ik naar de lichtere kleur blauw. Dan ga ik naar de titel, naar de stijl. En dan verander ik de kleur naar wit. Dan ga ik naar de tekst. Verander ik de columns naar 1. Naar de stijl verander ik de kleur natuurlijk ook naar wit.
En deze button die breng ik naar links. En wat ik hier wil zeggen is eigenlijk gewoon lees meer. Dus ik verander de tekst naar lees meer. En ik heb nog eventjes geen link hiervoor. Dus ik laat het wat het is. En ook deze achtergrond mag voor mij lichtblauw worden. En zo zie je dat we in een relatief korte tijd iets hebben gekopieerd, maar toch er een andere stijl van hebben gemaakt. Dan wil ik hier rechts een afbeelding toevoegen en dan wil ik je ook weer laten zien wat er nog meer mogelijk is met afbeelding, maar ook met andere elementen. Dus ik ga eerst voor de afbeelding. Deze kan je vinden in de folder die je kan downloaden. Dus ik ga naar de desktop, images, tutorial, how to make a website. Dan gaan we gewoon eens even kijken waar dat is. Deze is het. Drie afbeeldingen op elkaar geplakt. Graphic design. Amsterdam. Kopiëren. Plakken en plakken. En invoegen. We kunnen hier een paar dingen mee doen. Als ik naar de tab geavanceerd ga van deze afbeelding. En ik sluit dit. Dan kan ik bewegingseffecten toevoegen. Dus ik kan zeggen, hey, kom jij eens lekker vanaf rechts. Wanneer ik de pagina dan update. En ik scroll naar beneden. Dan zien we op het moment dat ik daar kom. Hey, daar komt hij. Misschien denk ik, nou, dat is wel een beetje vroeg dat hij al komt. Dan kan ik ook nog een vertraging toepassen van een halve seconde. Dat is dan 500 milliseconden. Dus 1000 milliseconden is 1 seconde. Dus een halve seconde vertraging. Dus we gaan het opnieuw proberen. Ik scroll naar beneden. Wow, dat is cool. Maar gaat wel een beetje snel, hè? Nou, daar is gelukkig ook aan gedacht. De animatieduur veranderen we naar traag. Update. We scrollen naar beneden. Oeh. Maar dat is niet alles wat we kunnen doen. We kunnen ook hierop klikken, naar geavanceerd gaan en dan naar de transformeer knoppen gaan. Ik kan hier de boel draaien. Dat kan er echt wel heel gek uit gaan zien als je het 3D roteert. Kan je dit soort dingen gaan doen. Waarom? Gewoon omdat het kan. Maar ik heb het niet nodig. Maar wat ik eigenlijk liever doe, klik op hover. Nou, wanneer ik hier overheen ga met de muis, dan kan ik zeggen dat er iets moet gebeuren. Dus kan ik zeggen, draai maar een beetje. Je ziet nog niks, omdat het pas zichtbaar is als je erover draait. Je kan ook meerdere hovers samenvoegen. De scheefheid. Maar dat kan je niet alleen doen met afbeeldingen. Je kan het ook doen met buttons. Dus ik ga naar geavanceerd. Transformeer bij hover. Gaan we even lekker een paar gekke dingen doen. En keep it simple. Dit wat ik nu doe. Ja, je kan het dus ook iets te serieus nemen. En dan krijg je dit. Ik denk niet dat jouw bezoeker daar heel blij van wordt. Maar hey, als je het simpel houdt, dat is niet simpel. Dan kan je in ieder geval interessante dingen doen. En je kan ook de overgangsduur aanpassen. Dus je kan zeggen, nou, doe jij er maar even lekker 2 seconden over. Dan mag je voor mij best wel een klein beetje een andere kant op gaan. Wow. Nou, als je daar lekker creatief mee aan de slag gaat, kan je leuke dingen doen. Dit voegt niet heel veel toe. Heeft vooral te maken met deze. Even kijken hoor. Welke is dat dan, hè? Welke heb ik nou weer? Oh, wacht. Ik zit niet bij de hover. Daar moet ik naartoe. Ja, dat vind ik prima zo. En ook dit weer kan ik een link maken door naar inhoud te gaan. Link, aangepast URL en dan kan je het ergens naar laten linken. Dus het is gewoon een knop. Cool, cool beans. Update. Ik scroll naar beneden. Daar komt hij. Voilà. Oké, we gaan weer een container in een container gooien. Hoe vaak je het doet, hoe beter je erin wordt. Hoe beter je kan mikken. Dus ik mik zo, bam, hier naartoe. Oké, en dan in die container wil ik 2 containers. Dus 1 en 2. Dan ga ik zoeken. Even kijken hoor. Naar deze container. En daarvan zeg ik
items. Die mogen allemaal naast elkaar komen te staan. Dan ga ik naar alle elementen toe en zoek ik een icon. Pictogram box. Oké, dat is een begin. Ik zoek naar het hartje, want ik heb liefde voor mijn klanten. En ik wil een hartje die gevuld is. Ik wil geen gebroken hart. Nee, ook geen omlijnd hart. Ook geen hart met een hartslag. Dat wil ik wel, maar niet in het icoontje. Zo. Dan kan ik de kop aanpassen. Liefde voor de klant. Dan kan ik hier nog een mooie tekst plaatsen. En ik vind dit eigenlijk al perfect. Niks meer aan toevoegen. Wat ik wel wil, ik wil het eigenlijk aanpassen. Ik wil dat het hartje links is. Dat kan je hier doen. Positie pictogram. Links. Dan ga ik naar de stijl. En dan ga ik een paar dingen aanpassen. Het hartje mag van mij best wel rood zijn. Waarom? Ja, vraag me niet waarom. Dat is gewoon een gevoel. Nee, ja, meestal zijn hartjes rood. Ik kan het ook in de kleur doen van de website. Het kan allebei. Dus dit is goed. De afmeting. Ja, ik vind dat het hartje wel ietsje kleiner mag. En hij hoeft niet gedraaid te worden. Dan ga ik naar de inhoud. Dat is dus de tekst, de titel. Ik kan de afstand aanpassen. Dan ga ik naar de kleur van de titel. Die mag wit zijn. En de kleur van de tekst. Die mag ook wit zijn. Liefst voor de klant wil ik gewoon binnen dit kader op één lijn. Dus ik ga naar de typografie. Pijltje omhoog totdat ik denk yes. Perfect. En dan wil ik naar de tekst gaan van de beschrijving. En die mag echt wel wat kleiner. Als ik denk, dit is goed, kan ik hem dupliceren. Haal ik de derde hier weg. En hier verander ik gewoon het icoontje naar een Slack-icoon. Wij hebben liefde voor de klant en wij hebben liefde voor support. Of support voor de klant. En dan kan je ook een andere tekst plaatsen. En ik vind eerlijk gezegd dat er weinig ruimte hier is. Dus ik klik even hier. Of ik ga naar de container. Geavanceerd. En de marge. Het gedeelte buiten dit kader. Wil ik even naar 40 verplaatsen. En deze tekst wil ik ook nog aanpassen. Eigenlijk alle teksten. Ik wil ineens allemaal dingen veranderen. Hey, relax ver. Alles één voor één. Lees meer. Gaat goed. Updaten. Kijken hoe het er tot nu toe uitziet wat we gemaakt hebben. Next level, oké. Okay. Ja, ik heb het allemaal leuk geplakt en geknipt en geplakt en daarna de tekst aangepast. Maar, nee, de tekst heb ik dus niet aangepast. Dat wil ik nu gaan doen. Dubbelklik, nog een keer dubbelklik. Ik noem dit gewoon even Mindset Elevate. Maar, voel je ook vrij om zelf je eigen tekst uit toe te voegen, aan te passen. Dan ga ik naar Transformeer, nee sorry, naar Layout. Dan verander ik de aantal pixels naar zoiets, pixel perfect. Dan verander ik de titel, triple klik. Groei door een andere manier van denken. Kan ik hier natuurlijk de tekst aanpassen, maar dat laat ik gewoon even aan jou, wat je hiervan maakt. Lees meer knop, kan ik wat meer vertellen over Mindset Elevate. En dit is al prima zo. Heel belangrijk. Hoe ziet het eruit op een ander toestel? Dan gaan we toch eventjes overal. Ja. Even wat padding toevoegen. En hier zo, ja, mag het. Even kijken, ja, wat kan ik hier doen? We kunnen van alles doen. Ik ga even wat geks doen, ja? Mag dat? Vind je dat goed? Let op. Ik ga deze helemaal dupliceren. Dit is spontaan, dus dit zal wel heel goed zijn. Hier zo, bij de eerste, zeg ik, dit mag je laten zien op een desktop. En deze, de tweede die ik maak, die mag je verbergen op een desktop. Dus een responsive verbergen.
Even dubbel check. Ja, perfect. Dus deze hele container die wordt verborgen op een tablet en op een mobiel. En deze sectie die wordt getoond alleen maar op een tablet en op een mobiel. Nou, wat ik nu wil doen, deze wil ik even hier naartoe slepen. En deze ook. Wil ik deze even weghalen. Deze ook. Oké, wat ik ook kan doen, het is wel een beetje tricky hoor, maar ja, dan leren we ook het meest. Kijk, ik heb hier een container. Dat is heel dit gedeelte. In die container heb ik twee containers. Wat nou als ik heel deze dupliceer? Dus dit nog steeds, deze wordt alleen getoond op een tablet en een mobiel. Haal ik deze weg. En deze ook. Hier zo haal ik deze weg. En deze. En deze. En deze. En deze. Als het goed is, is de achtergrond gewoon hetzelfde als deze. Ga ik even kijken. Volgens mij is het goed zo. Dus dit zou in principe dezelfde achtergrond moeten zijn. Kijk, dit is wat je ziet op een desktop. Maar als we het kleiner maken, we gaan naar een tablet. Dan zie je dat het dus zo uitziet. En wat ik fijn vind is dat dit even goed is uitgeleid aan de onderkant. Er is iets te veel ruimte hier. Dus dat ga ik nog fixen. Hoe doe je dat? Ik ga naar deze container, geavanceerd. En aan de onderkant zeg ik, sorry, aan de bovenkant van deze 0. Dan bij deze sectie kan ik aan de onderkant zeggen, was jij me even 40. Update. Vernieuwen. Ga ik te snel? Als ik te snel ga, laat het weten. Dan ga ik in mijn tutorials wat langzamer. Maar dit is tot nu toe wat ik fijn vind. Gaan we het nog wat kleiner maken voor de telefoon. Ja, ik ben hier blij mee. Liefde voor de klant. Support voor de klant. Dan zou ik nog kunnen zeggen, oké, hier mag wat meer ruimte. Hey, en dat kunnen we ook zeggen. Want wij hebben Elementor. Dus ga ik naar de smartphone. En dan zag ik hier zo, geavanceerd, marge alleen op een mobiel. Maak dit maar even wat groter, 30. Maak het onder maar even wat kleiner, misschien hoeft dat geen eens. Ga ik even naar de sectie. Uncheck. Uncheck. Deze mag 50. 50 en onder gewoon 0. Zodat er wat minder ruimte is. Ja, dan ga ik toch nog wat meer toevoegen hier. Zo. Zo kan je dat gewoon pixel perfect maken voor elk device. Ziet er goed uit. Ziet er ook goed uit. Ziet er ook goed uit. Zo dan. Ik ben blij. Ik hoop dat jij het ook bent. En niet alleen dat. Ik hoop ook dat je gewoon ondertussen echt leert hoe je met deze page builder kan werken. Ik werk er mee sinds 2017. Toen is hij ook ontstaan. Ben ik een paar keer gespamd door mensen daarvan gebruikt. Deze tool is. Ik dacht op een gegeven moment, oké. Sindsdien ben ik verkocht. Het is echt geweldig. En we maken nog steeds gebruik van een gratis page builder. En al deze dingen die we kunnen maken. Het is geweldig als je het mij vraagt. Oké, we gaan naar de achterkant van de website. We gaan weer naar het desktop scherm. En dan wil ik nog wat dingen toevoegen. Laat je niet afleiden door dit. Dit is dus wat je ziet op een normaal scherm. En dit is wat je ziet op een tablet en een smartphone. Misschien denk je, dit is dubbelop. Maar dat hebben we net besloten. Dus dit is alleen wat wij zien. Het gaat erom wat de klant ziet. Volgende gedeelte heeft een lichte achtergrond. En heb ik die lichte achtergrond niet al eerder gezien? Jazeker, hier zo. Dus die dupliceer ik weer. Dan ga ik weer slepen. Ik hou hem vast met mijn muis. Dan sleep ik naar beneden. Scroll ik naar beneden. Oké, hij gaat niet helemaal naar beneden. Dus dan sleep ik deze naar boven. Alsnog mijn zin.
Oké, dan ga ik deze tekst aanpassen. Waarom Advantage? Vraagteken. Ga ik naar de geavanceerde tab. Kan ik dit weer verkleinen. Zolang die in één lijn blijft. Deze titel heb ik niet nodig. Dus ga ik hier overheen weghalen. Dit heb ik niet nodig. En dit heb ik ook niet nodig. Maar hebben we toch weer wat bespaard. Ik heb hier wel al een sectie. Deze heb ik ook niet nodig. En in die sectie wil ik containers. In die één container wil ik twee containers plaatsen. Juist, gelijk al naast elkaar. Top. In één wil ik een accordeon plaatsen. Accordeon, daar is die. Juist. En die ga ik aanpassen. Nou, waarom Advantage? Ik heb een paar redenen. En de eerste is reden 1. Nou, dat is een hele goede reden, toch? Daarna heb ik hier reden 2. Die dupliceer ik. En nog een keer. Dan is dit reden 3. En zoals je misschien al begrijpt, is het de bedoeling dat je hier je eigen redenen invult. En ik vind het nogal robuuster uitzien. We kunnen dit plusje aanpassen naar een ander icoon, maar ik vind het prima zo. Maar het mag allemaal wat kleiner van mij. Dus ik ga naar de stijl. De randdikte. Die kunnen we aanpassen. Ik vind 1 prima. En zo licht als die is, vind ik ook prima. Tenzij ik hem nog lichter wil. Dan kan ik dat hier doen. Dan gaan we naar de titel. Dat is dit gedeelte. Kan ik de achtergrond een kleur geven. En wat ik vaak doe is toch wel altijd even die kleuren uitproberen om te zien welk gedeelte nou wordt aangepast. Dus nu weet ik dat. Klik ik op de kleur. Zet ik het weer terug en dan weet ik het in ieder geval van oké, dat kan ik dus doen. Dan heb je de kleur. Dus als ik die naar groen aanpas, weet ik oké, alle kleuren van de titels kan ik hier aanpassen. En de actieve kleur, die zou ik oranje kunnen maken. Dus als ik hierop klik, wordt dit oranje. Maar ik kan het ook laten bij alleen het icoontje wat van kleur verandert. Dus ik ga even naar het pictogram. Actieve kleur van het pictogram. En die kan ik dan oranje maken. Dat het niet allemaal één grote oranje bedoeling wordt. Tenzij het Nederlands elftal speelt. Dan mag je heel je website oranje kleuren natuurlijk. Dat staat in de grondwet. Zeg ik nou iets waar ik op berecht kan worden? Ik weet het niet. Ik maak liever gerechten dan dat ik berecht. Oké, laat maar. We gaan gewoon. Hey, ik heb een idee. We gaan gewoon verder. En ik moet zeggen, dit deed ik per ongeluk. Maar dit ziet er zoveel beter uit. Dus als ik onzin begin te praten, dan krijg ik tegelijkertijd misschien wel hele goede ideeën om gewoon ergens te klikken. Ik ga weer onzin praten. We gaan gewoon verder. Reden 1. Papapapam. Reden 2. Papapam. Reden 3. Waar is het contactformulier? Ik wil met deze jongens contact opnemen, want ze hebben zo'n mooie website met zulke goede redenen. Ik wil nu dat zij mijn business laten groeien. Dat is wat we willen. Maar we hebben een contactformulier nodig. En dat ga ik helaas niet behandelen. Daarvoor kan je mijn cursus kopen. Nee, je doet normaal, Ferdy. Nee hoor. Allemaal gratis. Doe eens gek. En daar gaan we zo mee aan de slag. Maar eerst gaan we hier nog even naar kijken. Ik speel vaak even met alles. En ik denk dat deze afstand afhankelijk is van dit hier. Aangezien we dat niet meer doen, omdat we alles aan het einde zetten, is dus het niet meer relevant. Dan hebben we de inhoud. Nou, opnieuw kan ik daar de achtergrond van aanpassen. Maar dat hoeft voor mij niet. Typografie, je kan het groter maken, kleiner. Tekst, schaduw, je kan de padding aanpassen. Dan kan je nog zeggen, wat we doen boven en onder, doen we gewoon lekker 30. Omdat het kan. Ik vind 20 prima. Prima. Ik ben een gelukkig mens. Dan hier zo rechts ook een afbeelding. Stel dat mijn bedrijf nou in Amsterdam is. Dan kan ik gewoon iets van Amsterdam laten zien. Of iets van mijn kantoor. Ik heb hier een afbeelding van Amsterdam. Dus dan doe ik dat op die manier. Ik vind het er goed uitzien. Alleen wil ik dit aan elkaar plakken. Daarvoor ga ik naar de container. Moet ik even zeker weten dat ik de container cases heb. Die noem ik nu accordeon. En dan ga ik naar de items. En dan breng ik dit terug tot 0. Zodat het mooi aan elkaar staat.
En zo hebben wij een accordeon gemaakt met vier redenen waarom wij een bedrijf zijn dat jou kan helpen. Oké. Voor de mobiel. Kan ik deze weghalen als ik wil, door naar geavanceerd te gaan. Responsive. Verbergen op mobiel. Maar ik wil hem gewoon laten staan. Dat is wel cool. Top. Hey, laten we ook even kijken hoe het eruit ziet in het echi. Op de echte website. Is dat tof. Ik heb gewoon de domein al gekocht en nu ben ik gewoon live met deze informatie. Ziet er echt cool uit. Dan gaan we naar een ander gedeelte. Een nieuwe container. Eén grote container. Naar de stijl. Kleur 1. Kleur 2. 90. En dan wil ik een contactformulier toevoegen. Nou, ik heb daar een aparte tutorial voor, maar ik wil je wel een paar dingetjes laten zien. Dus we gaan er even snel doorheen, maar wil je nou meer erover zien, klik dan even hier. Of kijk even een omschrijving van de video. Maar wat we nu gaan doen, we gaan naar plugins. Nieuwe plugin. Je kan ook gaan naar verdicorp.com/wpforms. Druk je op enter. En dan ga je hier zo naartoe. En er is een super sale gaande, maar wij gaan gebruik maken van de gratis versie. Het is een super goede tool. Maar als je dit zou kopen voor een formulier, dan zou ik eerder gaan voor Elementor Pro. Want daarmee kan je ook formulieren maken die prachtig mooi zijn. Dus dat is mijn persoonlijke mening. En die kan je kopen via verdicorp.com/Elementor. En ik zal ervoor zorgen dat ik ook een tutorial zal hebben voor de pro versie van Elementor. Het idee is echt om veel tutorials te maken in het Nederlands. Ik vind het veel beter, makkelijker dan in het Engels. En ik hoop dat jij het ook prettig vindt. Maar goed, we zijn hier weer terug bij plugins. Nieuwe plugin. En ik ga op zoek naar WP Forms. Ik hoef niet op enter te drukken. Hij gaat automatisch zoeken. En dan zien we hem hier. Meer dan 5 miljoen keer geïnstalleerd. 2 weken geleden geüpdate. Compatible met je huidige versie van WordPress. Nu installeren. En activeren. Wat ik zeg, ik heb een complete tutorial hierover. Ik wil mijn eerste formulier maken door hier te klikken. Dan kan ik gebruik gaan maken van een template. En daarom ga ik voor een simpel contactformulier. Ik kan de demo bekijken, maar ik geloof het al. Ik heb het al gezien. Dus ik klik op gebruik template. Oké, dit sla ik even op. Dan sluit ik het. Ga ik naar de website. Dan bewerk ik de website met Elementor. Maar voordat ik dat doe, even heel belangrijk, gaan we naar de achterkant van de website. Naar plugins. Nieuwe plugin. Want we hebben namelijk, als ik hier naar Elementor ga, heb ik allemaal elementen waar ik gebruik van kan maken. Deze gratis elementen, maar ook pro elementen waar ik geen toegang tot heb. Dat zie je omdat er een slotje op zit. En dan hier weer meer elementen. Maar er zijn ook plugins die je extra elementen geven. En dat is interessant. Dus ik zoek naar Elementor. Dan zie je natuurlijk de Elementor pagebuilder die we nu gebruiken. Maar we zien ook Essential Add-ons. Meer dan 1 miljoen keer geïnstalleerd. Ik klik op nu installeren. Dan heb je meer dan 40 extra gratis elementen. En ook hier, waarom doen ze dit allemaal? Ze hebben allemaal een pro versie. Dus je hoeft niet te denken, hey, what's the catch? Nee, het is gewoon, ze geven iets gratis aan jou. En in de hoop dat je zo blij ermee bent dat je ook besluit om een pro-versie te kopen. Waar nog meer opties op zitten. Maar ik moet zeggen, de gratis versie is ook wel geweldig. Je kan hier zeggen wat je allemaal wel en niet wil laten zien. Ik geloof het allemaal wel. Ik hoef geen extra dingen te installeren. Dat zie je wel echt, dat al die tools die worden steeds commerciëler. Omdat je daarmee meer geld kan verdienen. Maar goed, ik weet het tot nu toe allemaal prima te omzeilen. Moet ik zeggen, als ik website voor klanten maak, maak ik wel gewoon gebruik voor de alle pro tools. Elementor Pro, Extra Pro, Bloxy Pro, Divi Pro. Divi heeft alleen maar een pro versie. Weer daar ook een tutorial over Divi. Laat hem even weten. Dan ga ik die maken. Maar tot nu toe in deze tutorial wil ik vooral gebruik maken van gratis tools. Zodat je in ieder geval je website klaar hebt. En daarna kan je altijd nog kijken naar wat je kan doen om het beter te maken. Maar nu ik opnieuw dan naar de website ga, dan sluit ik dit even en deze. Ik bewerk de pagina met Elementor. Dan heb ik dus ineens allemaal extra elementen.
Dus deze sluit ik allemaal. Dan zien we hier zo Essential Advanced. Allemaal extra elementen. Deze zijn gratis en zijn deze betaald. Dus als ik nu naar dat nieuwe gedeelte ga, dan zoek ik naar WP Forms. En die zit bij Essential Advanced. Ik zie hem niet. Dan zou er zo'n EA bij moeten staan. Dus wat ik ga doen. Ik kan ook trouwens even een shortcut laten zien in jouw command E. En dan search voor, zoek je voor dash. Dan ga je naar, en ik naar het dashboard. Hoef je niet 3 keer te klikken. Deze haal ik even weg. Deze ook. Houd het lekker overzichtelijk. Maar ik moet even naar de opties van Essential Advanced. Want ik zie hem er niet tussen zitten. Dus ik ga naar Elements. Ik kan ze allemaal aanzetten. Ik kan hem ook even zoeken. En je kan ook altijd nog de old fashioned command F gebruiken. Maar goed, hier is die. Deze. Ik zet hem even aan. Opslaan. Naar de website. Bewerken met Elementor. Dan scroll ik naar beneden. En als ik nu zoek op WP Forms, dan is die daar. Kijk, nu kunnen we hier echt iets heel moois van maken. Super cool. Ik selecteer het formulier. Ik hoef geen titel te laten zien, geen omschrijving. En ik hoef ook geen labels te zien. Ik wil alleen gebruik maken van placeholders. Dan ga ik naar de stijl. Allereerst ga ik naar geavanceerd. Dan wil ik de breedte aanpassen naar aangepast. Dan zeg ik, doe mij maar 500 pixels. Breng het naar het centrum. Ga ik even naar de inhoud. Dat ziet er goed uit. Naar de stijl. En dan ga ik gelijk naar de input area. En de achtergrondkleur wil ik eigenlijk doorzichtig maken. Dus ik kan hem wel zwart maken, maar dan ook nog doorzichtig. Misschien ietsje donkerder, zoiets. Dan tekstkleur, sowieso wit. Ik wil een rand aan de onderkant doorgetrokken. Dus deze uncheck it, ik. En dan alleen onder doe ik een pixel van de kleur wit. Als ik hier wat typ, juist dit moeten we hebben. Maar goed, we zien alleen nog de tekst hier niet. En dat is ook waarom ik een complete tutorial hierover heb. Oké, dan ga ik even hier naartoe naar de hele container. Geavanceerd. Dan zeg ik hier zo boven, mag die echt wel 50. En onder ook 50. Dan zou ik hier ook nog wel dit mogen plaatsen. Koptekst. Waar blijf jij? Die sleep ik hierboven. En als het niet lukt, ga ik naar de navigator. Wissel ik ze even om. Deze breng ik naar het centrum. Zeg gewoon heel straight to the point. Neem contact met ons op. Maak ik natuurlijk wit. Mag wel iets kleiner. Bij de stijl. Oké, update. Nou, nu ga ik je een klein stukje laten zien over WP Forms. Oh ja, wat ik zei, command E, dashboard. Het scheelt gewoon weer een paar stappen. En op die manier leren we steeds meer hoe we snel kunnen navigeren. Dan ga ik naar WP Forms, alle formulieren. Selecteer ik ons simpele contactformulier. Dan klik ik op name. En dan ga ik naar geavanceerd en zeg ik de placeholder, zeg ik, voornaam, placeholder, achternaam, verberg de labels, verberg de sublabels. Bij e-mail doe ik hetzelfde. Label, e-mail, geavanceerd, placeholder tekst en verberg alle labels en sublabels. En bij de derde, geavanceerd, placeholder tekst, bericht, verberg label. Dus als ik nu opsla, dan zie je als het goed is alle informatie die je nodig hebt, zie je al in het formulier. En op die manier kan je een mooi compact formulier maken. Ja, super cool. Ferdy, corpushoek. Dan e-mail. Gewoon in de stijl van onze website, bericht en submit. Nou, die submit moeten we ook nog aanpassen. Maar ik raad je van harte aan om de complete tutorial te bekijken.
verstuur of versturen. Oké. Okay. Nou, nog één dingetje, dan gaan we natuurlijk even de button aanpassen in Elementor. Vind je het nog leuk? Ik hoop het. Als je het nou leuk vindt, kun je deze video dan liken. Dat helpt deze video om beter gevonden te worden. En dan ga ik even naar de button. Background color. Lichtblauw. De tekst. Wit. En eigenlijk vind ik het ook wel weer cool om oranje toe te voegen. Yes, dan ga ik even hier naartoe. Heel gek. Sorry. Soms ben ik gewoon zo. Ook hier even blauw. Ik wil niet te veel kleur in de website. 3. Gewoon lichtblauw, donkerblauw en oranje. Dus dat wilde ik even doen. Nou, dit is het simpele formulier. Had ik je al verteld dat ik daar een andere tutorial over had? Ja, tuurlijk. Even kijken hoe het eruit ziet in het echi. Scroll ik even naar beneden. Ziet er allemaal goed uit. Duidelijk verhaal. Neem contact met ons op. Doe het ook goed. Ik vind het fantastisch. Maar laten we nog even een check doen. Kijken hoe alles eruit ziet op een ander apparaat. En meer dan 50% van bezoekers komt via een tablet of een smartphone. Realiseer bedrijfsgroei met gemak. Ik vind bijvoorbeeld dat de tekst minder groot mag. Zo. En dan zie je dus dat het alleen voor een tablet is. Top. Ziet er prima uit zo. Ziet er ook goed uit. Hier mag wat minder speling tussen. Dus ik ga ook even naar de navigator. Die pin ik hier zo rechts. Even kijken, waar zitten we nu? Hier ga ik naar cases. Items. En dan voor een tablet zeg ik, doe maar 10 pixels verschil. Of 15. Of 20. Ja. Nou, dit is niet voor de tablet. Deze is voor de tablet. Ben ik er blij mee hoe het eruit ziet? Ja, wat ik hier nog kan doen bij deze container is alles zo naar midden brengen. En hier zo nog wel ietsje meer ruimte. Dus ik ga naar geavanceerd. Padding aan de rechterkant. Mag dat ietsje meer naar rechts gaan. En opnieuw word ik enthousiast van het idee van pixel perfect. Dit ziet er prima uit. En dit ziet er prima uit. Dan gaan we kijken naar de mobiele versie. Realiseer bedrijfsgroei met gemak. Deze die laten we niet zien. Even kijken of ik dit kan aanpassen. Want voor een mobiel zeg ik, ik wil gewoon één column. Dit ziet er prima uit. Yes. Oké. Ja, deze ziet er nog niet goed uit. Dus dat moeten we even fixen. Oké, dat is ook, hoort allemaal bij het maken van websites. Hoe gaan we dit fixen? Ik klik hierop. Dan ga ik naar stijl. Form max width. In pixels. Kan ik zeggen, doe maar 300. Dan kan ik form margin doen. Ook hier kan ik het in het centrum zetten. En dan kan ik hier zo nog links ietsje meer naar het midden brengen. Ook hier. Ziet er een beetje bijzonder uit. Waarom is dit niet in het midden gecentreerd? Ik breng het naar links. En ook hier padding links. Pas ik het aan. Een soort workaround. Maar het ziet er gewoon prima uit. Dus wat ik ga doen. Ik ga even naar mijn iPad. Ga ik naar verdik.nl. En ik zie dat het allemaal goed uitziet. Dan ga ik ook even naar mijn telefoon. En dat ziet er ook allemaal fantastisch uit. Ik word er blij van. Ik hoop jij ook.
En zo hebben we toch al heel wat moois neergezet in deze tutorial. Toppie. Nu kunnen we hetzelfde gaan doen met alle andere pagina's over ons, onze dienstverlening, adverteren, branding, cases, blog, contact. We kunnen de header nog aanpassen. We kunnen hem integreren met de achtergrond van dit gedeelte. We kunnen de footer nog maken. We gaan nog blogberichten maken. We zijn er nog lang niet. En aan de andere kant hebben we echt al iets fantastisch neergezet. Ik sluit deze. Ik ga naar de homepagina. Dit is wat we hebben gemaakt. Super. Nu wij deze fantastische pagina hebben gemaakt, wil ik me toch weer even gaan richten op het Bloxy-thema. En met name de header. Je kan er gigantisch veel dingen mee doen. Dat heb ik wel vaker, hè. Ik kan me wel voorstellen dat je af en toe denkt, wie ben je, wat ben je nou voor gast? Ben je nou serieus met onderwijs of ben je nou grappenmaker? Ben je nou goeie of slecht? Nou, dit is gewoon wie ik ben. What you see is what you get. Ik wil grapjes maken. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Ik wil het gewoon boeiend houden. Maar goed, we gaan dus naar de instellingen van het Bloxy-thema. En dan gaan we vooral de header aanpassen en ook nog wat andere instellingen. Wat ik wil doen, ik wil deze header aan gaan passen. En ik wil wat dingen laten zien over de thema-instellingen. En we beginnen met de kleuren. Je kan een paar kleuren nu aanpassen. En dan veranderen alle kleuren in de website die gebruik maken van de standaardkleuren die we hebben gekozen binnen dit thema. Prachtige zin. Ik ga het je uitleggen. We gaan naar de customizer hier zo. Daar klik ik op. En dan zie je hier zo kleuren. Daar klik ik op. En we maken hier gebruik van een kleurenpalet. We hebben deze kleuren zelf gekozen. En als ik nu besluit om deze 8 kleuren aan te passen, door hier te klikken en te gaan voor een ander palet. Kijk, omdat ik alleen maar heb gemaakt van deze kleuren, worden al die kleuren die ik hier nu heb automatisch gelinkt aan dezelfde kleuren. Alleen zijn het andere kleuren. Oké, ik neem aan dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus de hele stijl van de website is nu aangepast. Dat kan je op deze manier doen door gewoon hier naar te kijken. Ziet er ook weer heel anders uit. Daar kan je gewoon kijken naar een leuke paar paletten. Het is toch prachtig. En dan denk je misschien, nou, maar dit vind ik wel weer te licht. Nou, dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we naar het ontwerp. En dan veranderen we deze kleur. Dan gaan we even terug naar de kleuren. Dit geeft dus zoveel mogelijkheden. Je zou zelfs aan je klant kunnen laten zien, hey, of aan jezelf. Dit zijn een paar verschillende opties. En dan zie je in één klap hoe alles is. Anders zou je alles handmatig moeten doen. Als je klant zegt, ja, ik wil toch andere kleuren, moet je overal die kleur aanpassen. Hoeft niet. Dus dan gaan we naar kleuren. We kunnen ook naar ons huidige palet. En dan een enkele kleur aanpassen om te zien wat het verschil is. Maar het levert je gewoon een hoop extra vrije tijd op. Die kan je gebruiken om Game of Thrones te kijken. Nee hoor. Nou ja, het kan wel, maar hoeft niet. Het geeft je gewoon wat meer tijd. Dus dat wilde ik je even eerst laten zien. Nu we gaan kijken naar een paar basisinstellingen. Ik ga een complete tutorial maken over het Bloxy-thema. Als je die wil zien, kan je hier klikken of naar de omschrijving gaan. Zo'n video kan snel al 1,5 uur duren. En om deze video nou nog langer te maken, vind ik niet nodig. Dus ik ga gewoon kijken naar de essentiële dingen die ik ga doen met deze website. En ik ga je niet alle mogelijkheden laten zien. Dus allereerst gaan we naar algemeen. En dan wil ik gaan naar de accounts social media. En overal waar jij een account hebt, zou je daar iets achter kunnen laten. Nou, dat kan je doen door je e-mailadres hier achter te laten. Wat ik doe, een hashtag. Waarom? Omdat het gewoon even voor de sake of the tutorial is. Dus ik kan hier zeggen https://facebook.com/ferdykorpershoek. Nou, dat is perfect. Maar als ik op Instagram zit, kan ik het ook doen. Maar het kost allemaal tijd. Dus ik doe even hashtag, dan is het een link. Dan weet Bloxy dat ik dit heb. Dus overal waar ik op gevonden wil worden of wat ik wil laten zien, kan ik nu een hashtag plaatsen. Ik zit niet op TikTok. Ja, ik heb wel een TikTok aan, maar daar doe ik niks mee. Ik zit op YouTube. Dus al deze icoontjes nu waar ik, of al deze social media platforms waar ik dit heb geplaatst, die staan nu in mijn social media lijst. Daar gaan we zo naar kijken. Dan zie ik ook nog scroll naar boven. Als ik nu naar beneden scroll, zie ik hier geen scroll naar boven knop. Die kan ik creëren door hier op te klikken. Daar is die. Deze prachtige zwarte, donkere box. Dan klik ik op het pijltje.
Dan ga ik naar de instellingen en dan ga ik allereerst naar ontwerp. Wil ik dat de achtergrondkleur donkerblauw is. Wanneer ik overheen hover, mag die oranje worden. En de pictogramkleur, die mag wit zijn. Wanneer ik daarover hover, mag die wit blijven. Zo. Nou, dan kan ik nog bij algemeen het aanpassen hoe het eruit ziet. Je kan het een cirkel maken. Je kan er allemaal leuke dingen mee doen. De grootte, et cetera. Nou, voor nu is het goed. En op de mobiel wil ik het niet laten zien, dus die staat uitgevinkt. Oké, dan ga ik naar de header. Hier is de header en daar kunnen we superveel dingen mee doen. Als ik hierop klik, header, dan zie je eigenlijk 9 vakjes. Die zie je misschien nu niet, maar als ik deze hover, dan zie je 9 puntjes. Dat zijn 9 gedeelten in onze header waar wij informatie kunnen laten zien. Dus ik kan dit menu, kan ik naar het midden slepen. Dan laat ik hem los. Dan verschijnt hij in het midden. Wat ik even ga doen. Ik ga even naar rechts. Ik sla het even op. Tot nu toe ben ik gewoon blij met deze instellingen. Wat ik net heb gedaan met de kleuren en zo. Dus dat sla ik even op. En dan ga ik nu even gek doen. Laten zien wat er mogelijk is. En dan straks ga ik weer terug naar de instellingen die ik op dit moment heb. Dus ik ga dit menu naar het centrum brengen. En dan gebeurt het ook. Wat ik ook kan doen, kan het menu naar een ander gedeelte brengen, een derde rij. Wat ik ook kan doen, ik kan hier dingen pakken. HTML, die sleep ik hier naar linksboven. Dan kan ik hierop klikken. Dan kan ik zeggen, neem contact op dubbele punt. Plus 3, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar kan ik een linkje van maken als ik wil. Even weer een hashtag. Oké. Okay. Kan ik naar ontwerp gaan. Kan ik de linkkleur aanpassen. Wat ik ook kan doen. Ik kan weer terug gaan naar algemeen. Of dan weer hier terug. En dan ga ik voor de socials die ik net heb gecreëerd. En die moet ik niet hier naartoe slepen. Maar hier naartoe. Gaat lekker. En dan zie je die daar verschijnen. Ik kan hier meer toevoegen als ik wil. Dus we hebben 9 plekken waar we dingen kunnen plaatsen. Over 3 verschillende rijen. Nou, dan kan ik hier zeggen bij het hoofdmenu. Ja, maar ik wil dat deze rij. Of nee, ja, laat het de bovenste rij. Die kan ik ook hier selecteren. Ik wil dat die rij weer een donkere achtergrond heeft. Maar ja, dan zie je de tekst weer niet goed. Dus dan ga ik hier naar HTML. Naar ontwerp. Naar letterkleur. En die maak ik wit. Kleur van een linkje wil ik lichtblauw maken. En als je er overheen havert, dan mag die oranje worden. Dus dan ziet het er zo uit. Hier zo wil ik ook bij ontwerp icoonkleurtjes wit maken. En als je er overheen havert, dan worden ze blauw. Maar ik denk eigenlijk dat dit weer te veel ruimte in beslag neemt, deze bovenste rij. Dus ik klik op de bovenste rij. Dan ga ik naar de hoogte. Die maak ik kleiner. Maar ja, dan vind ik deze tekst alweer groot. Ga ik naar HTML. Ontwerp. Hier zo. Maak ik de tekst wat kleiner. En zo makkelijk is het. Zo intuïtief is het. Om de boel hier aan te passen. Zeg ik nou, dit heb ik niet nodig. Dit wil ik in het midden plaatsen hier. Bam. En nu heb je gewoon een prachtig menu. Dan kan je nog meer doen. Je kan ook zorgen dat als je naar beneden scrollt. Dat die blijft hangen. Dat die blijft stikken hier aan de bovenkant. Je kan ook zorgen dat alleen dit gedeelte blijft stikken. Of allebei. Je kan de kleuren veranderen. We kunnen het doorzichtig maken, dit gebied. Dat gaan we allemaal doen. Maar wat ik nu wil doen, stel dat ik denk, ja, ik heb een beetje geprutst. Ik heb het eigenlijk een beetje verpest. Ik wil terug naar mijn oude instellingen. Dan klik ik hier. Dan zeg je wijzigingen ongedaan maken. En dan ben ik weer terug bij af. En dan kan ik het weer nieuw fixen. Nou, wat ik allereerst wil doen, hier bij dienstverlening heb ik een submenu. Die stijl wil ik aanpassen. Om het meer in de stijl van onze website te krijgen. Daarvoor ga ik naar de header. Dan klik ik op menu 1. En dan heb ik hier een paar opties. Op dit moment, als ik er overheen hover, dan wordt het oranje. Maar ik kan het ook zo maken. Dat je aan de onderkant nog een kleurtje ziet. Of type 3. Zoiets. Of type 4. Nou, ik wil het graag simpel houden. Zie je dit bij apple.com.nl? Nee. Gewoon simpel. Hup. Maar waar het mij even om gaat is om het submenu. Dat ziet er nog niet helemaal uit in de stijl van onze website. Dus dan scroll ik naar beneden.
Als ik hier de drop-down opties, dan ga ik naar ontwerp. En allereerst wil ik de achtergrondkleur aanpassen naar de kleur van onze website. Dus die maak ik donkerblauw. Zo. Top. Dan ga ik naar het lettertype. En als ik op de drie puntjes klik, naar de drie puntjes ga, dan zie ik al die opties in één keer. Maak er hoofdletters van. Oké. Wat ik eigenlijk wil doen, als ik er overheen hover, dan zie je heel klein beetje de achtergrond hier veranderen. Maar dat zou ik eigenlijk beter willen regelen. Dus ik ga naar algemeen. Dan wil ik een effe kleur. Nu zie je dat heel het gebied op de achtergrond ietsje lichter wordt. Dat vind ik zelf wat mooier dan eenvoudig. Je ziet het niet heel goed misschien. Effe kleur vind ik gewoon het mooist. Dan kan ik de spatiering nog aanpassen, dat allemaal wat meer ruimte heeft. Zo. En die mag van mij terug naar 13 of naar 12. Perfect. Nou, dit is in de stijl van de website. En als ik er overheen ga, over de achtergrond, maak ik hem even groen, want dan zie ik echt wat er gebeurt. Ja, nou, nu kan ik beter laten zien wat ik hier bedoelde. Als ik het eenvoudig maak, gebeurt er niks. Als ik kleur in de box doe, dan zie je een kleine omringing of met een randje. Wat ik gewoon wil, is dat heel de achtergrond een andere kleur wordt. Dus dan ga ik naar ontwerp, die groene kleur, dan zou ik deze kunnen doen. Maar dat, nee, dat vind ik niet zo mooi. Dus ik kies eigenlijk de donkere kleur en die maak ik ietsje lichter. Ietsje. Wat er eigenlijk al was. Ja. Top. Zou ik nog kunnen zeggen dat deze kleur ook wit blijft? Dat ik het op die manier doe. Maar in dat geval mag die nog wel ietsje. En zo ook hier weer is er gewoon van alles mogelijk. We kunnen nog een scheiding doen tussen deze twee items. Je kan er gewoon lekker mee spelen. Want ik zei, als je echt overal heel diep op in wil gaan, dan heb ik daar een tutorial over. Ik klik op publiceren, want ik ben er helemaal blij mee. En nu ik dit heb, nu dit menu naar mijn zin is, kan ik naar het volgende niveau gaan. Dus ik heb hier de header, de hoofdrij. Als ik het scherm even kleiner maak, Command of Control min. Dan kan ik hem omkaderd maken. Dat hij wat meer naar de binnenkant gaat. Of volledig breed. Dan gaat hij volledig van links naar rechts. Nou, dat hoeft van mij niet. Command 0. Ik kan de hoogte aanpassen. Dit hebben we al eerder gedaan. En ik vind 70 perfect. Dus dat hou ik zo. Maar wat ik wil doen. Ik ga even terug. En even terug. Ik ga naar de header. Dan naar headers. Dan klik ik op globale header. En dan wil ik sticky functionaliteiten toevoegen. Dus die zet ik aan. En wat er nu gebeurt, dan stikt die met ons mee. Nou, dan ga ik weer even terug. Stel ik even naar de header ga en ik wil ook een eerste rij hebben, de bovenste rij. Dan kan ik bijvoorbeeld even de socials daar zetten. Even voor nu. Hier zo maak ik de achtergrond even donker. Standaard. Donker. Bij de sticky state ook donker. Ga ik naar de socials toe. Ontwerp. Maak ik even wit. Ook hier even wit. Oké, dan ziet het er zo uit. Nou, ik vind het eigenlijk iets te hoog nog. Dus ik kan het wat kleiner maken. Oké, so far so good. Ga ik weer terug. En ik ga bewust een paar keer terug. Zodat je kan zien waar je naartoe moet gaan om wat te veranderen. Ik ga naar headers. Het tapje. Headers. Globale header. Dan zijn we hier bij de sticky functionaliteiten die ik aan heb gezet. Als ik nu naar beneden scroll, dan zie je dat alleen dit gedeelte met ons meegaat. Als ik hierop klik, dan zegt hij dat de top en de main row allebei mee naar beneden gaan. Dat kan je ook doen. Als je nog een derde menu hebt, dan zie je ook dat je bepaalde dingen mee kan nemen, een bepaald ding kan laten. Ik neem alleen deze hoofdrij mee. Dan ziet het er zo uit. Je kan het sticky effect nog anders maken, maar ik houd het gewoon bij default. En voor de mobiel hoef ik geen sticky menu te hebben. Maar wat ik interessant vind, is het transparante menu. Ik haal socials even weg.
En wil ik gaan naar de transparante functionaliteiten. Maar eerst wil ik toch even terug naar het hoofdmenu. En dan staat er sticky state rij krimpen. Dat betekent, als ik naar beneden scroll, dan kan ik hem wat kleiner maken, het logo. Of de header. Dus ik kan zeggen, doe maar even wat kleiner. Even publiceren. Sluit ik dit even. Wordt die kleiner. Je zag het even niet, dat gebeurt wel eens in de customizer. Dit is wel heel klein natuurlijk, dan zie je geen ruimte meer. Maar dat kan je doen. Dan gaan we naar de customizer. Nou, je zou nu als het goed is moeten weten waar je naartoe moet. Naar header, headers, globale header. En dan zijn we, hier zo bij hoofdmenu eigenlijk. Sorry. Bij sticky kunnen we het wat kleiner maken. Nou, je ziet niet het resultaat gelijk. Je zou het ietsje kleiner kunnen maken. Dus laten we zeggen, we houden het op 70. Publiceren. Sluiten. Scroll naar beneden. Dan wordt hij dus wat kleiner. Nou, dat vind ik wel netjes. Want als je naar beneden scrolt, wil je gewoon zoveel mogelijk ruimte beschikbaar houden hier om de content te laten zien. En ik vind het gewoon een mooi verloopje. Ik ga terug naar de customizer. Want nu gaan we iets cools doen. We gaan de achtergrond transparant maken. Hoe doen we dat? We gaan naar de header. Headers. Globale header. Transparent functionality. Die zet ik aan. En wat je nou ziet, is dat Elementor een stukje opschuift naar boven en dat het menu er overheen valt. Dus het menu valt over de content van de website. En dit is interessant. Want nu kunnen we een cool menu maken waarin alles wit is. En dan wanneer we naar beneden scrollen, dan krijgen we een witte achtergrond en dan krijg je kleur. Dan krijg je kleur in de tekst. Dus hoe kunnen we dit fixen? Allereerst wil ik aangeven waar ik dit wil laten zien. En ik wil het alleen maar op de homepagina laten zien. Dan klik op Add Edit Conditions. Haal ik alles weg. En zeg ik Add a Display Condition. Ik wil het includen, deze transparante header, alleen, niet op de hele website, maar eigenlijk alleen op de homepagina. Nou, dat is de frontpage. Dus ik zoek hier even de frontpage. Dus ik save de conditions. Ik publiceer het. Als ik nu dit sluit. Dan is dit hoe het eruit ziet. En als ik dan naar over ons ga, dan zie je weer een normaal menu. Omdat ik net heb besloten dat ik het alleen wil laten zien op de homepagina, op de frontpage. Dus ik ga naar de customizer en dan moet ik natuurlijk zorgen dat die tekst wit wordt en dat er een ander logo komt. Nou, dat ga ik je allemaal nu laten zien. We gaan naar de header. Ga ik naar het logo. En we hebben nu een paar opties. Dit is het normale logo. Maar wanneer we een transparante staat hebben, dus wanneer de header transparant is, dan mag ik een ander logo laten zien. Bestanden uploaden, bestanden selecteren en ik ga voor mijn logo hier, wit. Spatie, daar is die. Dus hetzelfde logo, het beste is als de grootte precies hetzelfde is als het gekleurde logo. Selecteren en dan komt hij hier zo in beeld. Maar wanneer ik in de sticky state ben, dan wil ik weer het gekleurde logo. Dus als ik naar beneden scroll, dan moet ik het gekleurde logo hebben. En als ik boven ben, het witte logo. Hetzelfde geldt voor het menu. Ga naar ontwerp. Dan staat er de standaard state. Dus dit is de standaard state. Moet die kleur hebben, vind ik prima. Maar de transparante state mag die wit zijn. Als ik nu naar boven scroll, dan is die dus wit. Als ik er overheen af, wordt die oranje. Als ik naar beneden scroll, wordt die zo. Dus ik ben daar helemaal blij mee. Hetzelfde geldt voor zoeken. Ontwerp. Standaard state. Prima. Transparante state. Wit. Als ik overheen hover, mag die van mij oranje worden. En zoals hier. Kijk dan. Dit ziet er toch fantastisch uit. Publiceren. Sluiten. Fantastic. Wat ik nu kan doen als ik wil, ik bewerk deze pagina in Elementor. Ik vind het allemaal wel dicht op elkaar zitten. En als ik nu dit niet meer kan selecteren, deze container, dan kan ik dus naar de navigator gaan. Hero. En dan kan ik de hoogte aanpassen of ik ga naar geavanceerd. En ik maak de marge boven even 100. Dus heb je wat meer ruimte hier. Dat kan je ook weer pixel perfect aanpassen. En ja, ik maak al heel lang websites. Ik heb heel veel frustraties gehad met CSS en HTML en coderen en dingen. Bijvoorbeeld
dit logo op de homepagina en een ander logo op een andere pagina was zo moeilijk met CSS. Het was wat te doen, maar gewoon lastig. En nu is het allemaal zo makkelijk gemaakt. En daarom wil ik het andere uitleggen. Dat zij niet dezelfde lastige dingen hoeven te doen die ik heb gedaan. Maar nu is het gewoon makkelijk. Ik vind dit echt er fantastisch uitzien. Maar hoe ziet het eruit op een tablet en op een smartphone? Als ik dit kleiner maak, dan zie je me nu verspringen. En dan krijg je dit. Als ik dit niet behandel, dan heb je gewoon echt een prut website voor op een mobiel en op een tablet. Dus ik ben blij dat ik het even behandel. Dit is gewoon, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Nou, ik ga je laten zien hoe je dit er een stuk beter uit kan laten zien. Want wat ik zo al eerder zei, komen heel veel mensen op jouw website via smartphone of een tablet. Dus we gaan naar de customizer. Ik hou command ingedrukt of control zodat hij naar een nieuwe tab gaat. Ik vind het persoonlijk lekker om links altijd het bewerken te hebben. En hier het resultaat. En dan kunnen we naar de footer gaan. En dan kan ik twee dingen doen. Sorry. Allereerst laat ik naar de header gaan. Ik kan hier naar de tablet een mobile header. En daar zie je een paar dingen veranderen. Dus nu heb ik de instellingen voor de tablet, de hoverij, van een tablet of van een mobiel. Dus ik kan ineens allemaal dingen gaan veranderen. Transparent state kan ik zeggen, nou, niks ervan. Ik ga het gewoon een kleur maken. Maar, ik laat gewoon even wat het is. Even verwijderen. En dan kan ik eigenlijk hetzelfde doen. Ik kan de tracker naar het midden brengen. Ik kan hier een call to action hebben. Ik kan hier zo al deze dingen weer toevoegen. Ik kan een tweede rij hebben. Dus knop plaats hier. Dus ook op een mobiel heb je weer allemaal opties. Ik ga de tracker naar rechts brengen. Het logo wil ik links houden. En ik hoef geen sticky header. Dus die blijft gewoon boven. Dus ik ga even hier naar kijken. Want dat ziet er natuurlijk nog niet uit. Het zit ook wel heel dicht op die afbeelding. Dat wil ik ook aanpassen. Ik klik op de tracker. Kan ik nog het vormpje aanpassen. Maar ik wil het gewoon normaal houden. Hij mag ook wel ietsje groter. 22. Dan kan je de stijl aanpassen. Natuurlijk ook bij ontwerp de kleuren. Maar ik wil het gewoon eenvoudig houden. En als je wil, kan je ook zorgen dat er nog een tekstje bij komt. Die tekst kan je hier dan invullen. Dat hoeft voor mij niet. Het is tegenwoordig zo alom bekend dat dit staat voor het menu. Dus prima. Dan ga ik naar ontwerp. Standaard state mag die wel gewoon wit zijn. En als ik overheen hover, dan mag die donkerblauw worden. Zo. Dan open ik hem. Dan wil ik dit ook wel aanpassen, want het ziet er een beetje gek uit. Hoe kan ik dat doen? Door hier zo te klikken op mobiel menu. En alles wat je hier ziet is wat je ook hier zal zien. Dus we kunnen nog iets daaronder toevoegen. Bijvoorbeeld een knop. En die zou je dan ook hier zo onder gaan zien. Dus zo cool kan je social icons doen of iets. Socials. Echt geweldig. Ik kan even niet wegklikken. Ik heb ruzie. Publiceren. Nou, dan gaan we hem even sluiten. De customizer. Een header. Voor de tablet. Ja, natuurlijk. De aanhouder wint. Terug naar het mobiele menu. Dat is hoe die eruit ziet. Oké, ga ik weer even terug naar het mobiele menu. Eerst wil ik het menu selecteren hierboven. Hoofdmenu. Dat ziet er al een stuk beter uit. Dat pijltje hier kan ik aanpassen. Ik vind het wel cool als er een rand omheen staat. Voor onze dienstverlening. De verticale afstand. Ook wel iets meer. Dan ga ik naar het ontwerp. En dan vind ik dat het wel heel erg dik gedrukt is. Dus maak ik 600. Maar vooral belangrijk vind ik om dit aan te passen naar Nunito. Oké, dat is weer in de stijl van onze website. En ja, moet het zo groot zijn? Dit is prima. Je kunt nog een scheider gebruiken. Dat mag je zelf bepalen. Ik doe dat even niet. Geen. Wil ik wel nog de achtergrondkleur aanpassen? Hoe doe ik dat? Dan ga ik niet naar het mobiele menu, maar naar het off-canvas gebied. Nou, daar
Heb ik ook weer allemaal opties nu. Ik kan het ook over heel de breedte laten komen. Of een zijpaneel. Kan ik ook de linkerzijde maken of de rechterzijde. Ik kan de breedte aanpassen. Nou, mag voor mij wel wat minder. Ik moet alleen ook even kijken hoe dat er op een mobiel uitziet. Hè? Want op een mobiel denk ik wel weer maar voor 100%. Maar voor een tablet vind ik dit wel cool. Ik kan het ook naar pixels vertalen. Maar ja, dan krijgen we al heel weinig te zien hier. Dus mag ik zeggen, doe maar 400. Voor mobiel, ja, perfect. Ik ben blij. De achtergrondkleur. Nou, allereerst nog even de uitleiding. Het centrum kan ook. Rechts. Midden. Ga ik naar het ontwerp. De achtergrond wil ik donkerblauw maken. En zo hebben we meer een menu in de stijl van onze website. Publiceren. Vernieuwen. Maak ik de website wat kleiner. Klik ik hierop. Top. En zo kunnen we ook naar een andere pagina toe. Dan zien we gelijk dat daar de kleur een beetje weg is. Dat willen we niet. Dus we gaan weer naar de customizer. En dan ga ik even naar het ontwerp van de tracker. Hier zo. Ontwerp. Voor de transparent state mag die zeker wit zijn. Met blauw. Maar de standaard state mag die toch donkerblauw zijn. Daar zo overheen af het oranje. Voor sticky geldt hetzelfde, ook al maak ik geen gebruik van sticky. Dus nu zou die op deze pagina, als we het scherm kleiner maken, blauw moeten zijn. En zo werkt het ook weer. Gaan we naar de homepagina en is die daar wit. Top. Nou, die afstand vind ik een beetje lastig. Dus ik open deze pagina met Elementor. Oké, dan ga ik naar de navigator, naar de Hero. Eerst gaan we naar de tabletversie. En dan bij geavanceerd zeg ik boven even wat meer ruimte. En hier mag het ook wel. Oké, dan gaan we naar de mobiel. Ik vind het fantastisch. Even checken. Prima. En prima. Ik ben een blij mens. Top. Nou, we hebben nu de header. We hebben ook een footer, maar die wil ik later gaan maken. Als een footer, gaan we even naar apple.nl. Scroll ik naar beneden. Dit kan een footer zijn met allemaal overzichtelijke menu's. Ga ik naar uber.com. Uber, ik weet het niet. Dus scroll ik naar beneden, kan er ook zo uitzien. Er zijn heel veel verschillende footers, maar die footers maak ik liever als ik ook heb laten zien hoe je blogberichten zo maakt en een portfolio, want dan kunnen we dat ook hier eventueel laten zien. Dus ik ben blij met hoe het eruit ziet en we gaan naar het volgende thema toe. We gaan kijken hoe we op een andere, snellere manier pagina's kunnen maken in Elementor. Daarvoor wil ik gaan naar de Over ons pagina. Ik wil je nog wat dingen van Elementor leren en ik wil je ook laten zien hoe je op een snellere manier een website kan maken door blogs en templates. Het eerste wat ik hier doe bij de Over ons pagina is klik op pagina bewerken. En dan klik ik hier op bewerk met Elementor. Dan ga ik hier weer naar het icoontje linksonder. Maak ik de pagina layout een Elementor volledige breedte pagina. Dan update die automatisch. En wat ik nu kan doen, ik kan klikken op updaten allereerst. Maar wat ik wil doen, ik wil gedeelte kopiëren en plakken om tijd te besparen. Dus ik zeg command of control E. Dan zoek ik naar de home pagina. Daar klik ik op. Dan klik ik op bewerk met Elementor. En wil ik heel dit gedeelte kopiëren. Hier zo de hero. Dus rechtermuisknop.
kopieer, dan zeg ik command E over ons. Dan ga ik naar de over ons pagina. Rechtermuisknop plakken. En zo simpel is het. Ik klik op update. Dan klik ik op het oogje. Nu zie je dus hier de homepagina. Transparant menu. En als ik nu naar de over ons pagina ga, zie je precies hetzelfde. Dat scheelt mij tijd, want ik wil ongeveer dezelfde structuur gebruiken. Nou, ik wil geen gebruik maken van deze logo's. Dus ik kan dit openklikken. Rechtermuisknop logo's. Verwijderen. Afbeelding wil ik aanpassen. Dus daar klik op. Dan kan ik hierop klikken om een andere afbeelding te kiezen. En daarvoor kan je gaan naar pixabay.com. Dan kan ik zoeken op people office. Deze afbeelding kan ik gratis gebruiken. Of group photo. Of colleagues. Nou, dan kan je iets vinden. En wat ik al eerder heb gezegd, ja, zeker als je gewoon een goede indruk wil maken op je website, dan kan je gaan, nou, doe schrik naar verdicorp.com/istock photo. Druk op enter. Oh, dan ga je er ook echt naartoe. Top, ik wist niet dat ik de link al had. En dan zoek je op colleagues. En ik kan hier een foto vinden. Nou, stel dat je een bepaalde foto gebruikt. Dus ik zoek gewoon even verder. Group of people. Standing. Kan je zoiets pakken. Nou, wat zal dit kosten? 3 credits. Dat is volgens mij €27. Denk je, wat een superveel geld. Ja, maar ja. Het is wel de eerste indruk die je kan maken voor... op een website. Dus ik ga even naar mijn downloads. Downloadgeschiedenis. En ik heb laatst... kijk, wat vind ik nou een leuke foto? Nou, ga ik toch voor die groepsfoto. Deze hier. Die download ik. Dan staat er, ik kan hem gratis nog een keer downloaden. Nou, dat vind ik hartstikke aardig. Ook weer eventjes hernoemen. Dus ik noem deze. Ons team. Hij is een heel grote afbeelding, 6,7 megabyte, dat is super groot. Dan kan je in Photoshop kleiner maken, wat je ook kan doen. Hier naartoe gaan, bestand uploaden, bestand selecteren. Dan ga ik naar mijn downloads, ons team. Hele hoge resolutie, helemaal nergens voor nodig. Ik open hem. En hij heeft WordPress hem al automatisch kleiner gemaakt, daar ben ik heel blij mee. Maar ik maak hem nog wat kleiner, dus ik klik hier op afbeelding bewerken. Schaal ik hem terug naar 1280 pixels. Schalen. Dan ga ik terug. En nu, dames en heren, is die 202 kilobyte. Veel kleiner dan. Dit is dus even kijken hoor. 35 keer kleiner dan 6,7 megabyte die we net hadden. En het ziet er gewoon prima uit. De kwaliteit is hoog. Kan je hier de tekst aanpakken, aanpassen. 3 keer klikken. We zijn jong. Hè? Je moet altijd het woord dynamisch. Dat is echt het woord dynamisch. En retensnel. Wij helpen jou wel. Ook met rijmen. Anders kan je wel verdwijnen. Met een M. Zoiets. Nou, ik ben geen tekstschrijver. Ik maak er een puinhoopje van. We zijn jong, dynamisch en een leuk stijl. Ik zit er gewoon weer te verpesten hier. Ik kan ook gewoon hier doen. Wij zijn jong, dynamisch. En helpen jou graag verder. We hebben allemaal passie voor wat we doen. Wat ik zeg, ik ben geen tekstschrijver, dus ik zit nu gewoon een beetje wat te verzinnen. Neem het vooral niet serieus. Maak vooral je eigen tekst of huur eventueel iemand in die dat voor jou kan doen. Dat zou je echt helpen in het converteren van bezoekers naar klanten. Dus ik ga het gewoon even hierbij laten. Dan hebben we cases. Wat ik ook kan doen. Ik kan zeggen. Bekijk. Vacatures. Vacatures, ja. HTTPS. verdica.nl/vacatures. Moet je wel zorgen dat je die pagina hebt.
En zo zie je dat we in een relatief korte tijd de boel hebben aangepast. Ga ik weer even terug naar de hero. Geavanceerd en breng ik dit terug naar 70. Updaten. Deze haal ik weg. En wil ik een nieuw gedeelte creëren en dan wil ik nog wat dingetjes laten zien. Zodat je nog meer leert over Elementor. Ik klik op de plus en ik wil een gedeelte van een klein gedeelte links en een groot gedeelte rechts. Die kan ik gewoon heel simpel aanpassen. Wil ik hier graag een afbeelding plaatsen. Van iemand die lekker blij aan het werk is. Deze gozerd. Van mijn collega's. Nee, maar. Voor de fun. Ook hier kan ik zeggen. Amsterdam. Media of wat is het? Marketing. Bureau. 19 megabyte. Dat is veel. Ik klik hier. Bestanden uploaden. Selecteren. Amsterdam bureau. Bla bla bla. Ook nu wordt het weer kleiner gemaakt door WordPress. WordPress, dankjewel. Ik weet niet wanneer dat voor het laatst heb gehoord, maar ik vind het fijn om je even te bedanken. En dit zijn momenten dat je waarschijnlijk zal denken, wat is dit voor gast? De hele tijd is hij serieus en dan soms is hij ineens vaag, gek. Ja, dat krijg ik wel vaker te horen. Schalen. En nu, ja hoor, 116 kilobyte. Je mag zelf rekenen hoeveel kleiner dat is. Met een prachtig titel. Happy guy is using a laptop. En al deze informatie kan je dus ergens in je JPG invoegen. We voegen de afbeelding in. En dan ga ik even naar dit gedeelte geavanceerd. En zeg ik de marge boven en onder mag hier ook. In plaats van 70 gewoon lekker 50 zijn. Dan ga ik hier naartoe. Koptekst. Zeg ik wie wij zijn. Ga ik weer terug naar alle elementen. Zoek ik voor scheiding. Dan ga ik dat even in pixels perfect uitlijnen met wie zijn wij. Je mag naar links die uitlijning. De stijl die mag echt wel wat dikker zijn. Van 2. De kleur die mag de donkerblauwe kleur zijn. Of misschien wel oranje. Leuk zo'n tintje. En dan wil ik eigenlijk in deze container geavanceerd gaan. En eigenlijk links wat ruimte creëren. En dan kan ik hier een tekst maken, hieronder. Met ook weer een knop. Call to action. En die kan ik aanpassen. Meer over ons. Zoiets. En dan ga ik even naar dummy tekst. Blind text generator. Kan ik een tekst plaatsen. Opnieuw niet te lang, want dat kan mensen gaan vervelen. Zoiets, wie zijn wij? Oké, we ook nog wat doen bij deze afbeelding. We gaan naar de stijl, dat is een klein trucje. Dan gaan we hier naar box schaduw, maar ik wil het eigenlijk geen schaduw laten zijn, maar gewoon een soort effect. Dus de vervaging breng ik naar 0. Dan ga ik naar de kleur. Die maak ik volledig zichtbaar. Moet je hier een kleur kiezen. Nou, wat ik ook kan doen. Ga naar deze knop. Stijl. Naar deze kleur. Die kleur kopieer ik. Dan ga ik hier naartoe. Naar de stijl. Naar de box shadow. En die plak ik. Perfect. Dan ga ik hier wat pixels omhoog. 10. Hier wat omhoog. Of min 10. Kan ook. En dan krijg je zo'n effectje. Ik vind dat leuk. Ik word er enorm blij van. En op die manier kan je weer de stijl van je website wat doorlaten. Het oogt gewoon net wat beter, denk ik. Hier vind ik dat er heel veel ruimte tussen zit. Dus ik klik op dit element. Ga ik naar de tussenruimte, die maak ik 0. Dan ga ik hier naartoe. Geavanceerd. Marge onder. Even in de min. Marge boven. Even in de min. Top. Dan ga ik voor een nieuw gedeelte. Deze. Ik wil ook een afbeelding hebben, dus ik maak de minimale hoogte wat groter. Laten we zeggen 600 pixels. Kan ik weer naar iStock foto gaan.
lekker aan het werk op de computer. Of deze, nou ja, deze vind ik ook cool. Dan ga ik hier zo naar stijl. Type achtergrond, afbeelding. Deze sleep ik er gewoon in. Even niet hernoemen, dat moet je wel doen. Maar dit is voor de tutorial even gewoon dat ik het oversla. Media invoegen. Positie is goed, de vastzetting is vast. Dus dit blijft staan. Wil ik hem even bedekken. Zie je dit. Nou, het liefst zou ik hieronder nog een paar blogberichten laten zien. Of portfolio items. Die hebben we nog niet. Gaan we het zo over hebben. Maar dit, ja, dit is hoe je een pagina maakt. Je hebt hier wat nieuwe dingen kunnen leren. Kopiëren en plakken. Zo'n effectje. Iets snel aan elkaar flansen. En dan een achtergrond. En dan kan je nog eventueel een koptekst plaatsen. We strive for perfection. Bam. Verdi Korpershoek. Waar is deze koptekst? Die is hierboven. Dan ga ik even naar de container. Layout. Items. Lekker in het midden zetten. Ook hier lekker in het midden zetten. Dan ga ik naar dit item. Stijl. Is goed. Geavanceerd. Achtergrond. Maak ik gewoon lekker zwart. Beetje transparant mag wel. Dan ga ik naar de stijl van de tekst. Die maak ik dan weer wit. Dan ga ik naar geavanceerd. En zeg ik bij padding. Maak het maar allemaal wat groter. Stijl. Sorry, inhoud. Doe ik hier een code. Streepje. Zo. En dan gaat hij naar een nieuwe rij. Doe ik het nog een keer. Centreer ik het, de tekst. Naar de stijl. Typografie. Maak het hoofdletters. Maak de tekst wat kleiner. Dan kan ik ook hier zo nog bij de achtergrond. Stijl. Overlay. Verloopje. Themakleuren pakken. Hoek 90. Dan kan ik de doorzichtigheid. Hey, ik heb een idee. Let op. Bizar. Let op. We streven naar perfectie. Zo dan. Gewoon even in Nederlands. Die zag je niet aankomen, hè? Dat. Nou, het kan ook nog een streepje hier. Dat is een quote. Verdi Korpershoek, die owner of Advantage Media Group. Ik zou er een echt bedrijf van kunnen maken. Waarom niet? Waarom niet? Dat is soms een goede vraag om te stellen. Waarom niet? Ja, maar moet ik dat wel doen? En waarom niet? Waarom zou ik het niet doen? Ja, nou, ik weet het niet. Nou, doe het gewoon. Ik ga hier wat meer ruimte creëren. 100. Zo hebben we in een relatief korte tijd weer wat gemaakt. En zo werk je met de Elementor Page Builder. Dit gaat allemaal even weg. En ik hoop echt dat je het leuk vindt. Dit kijken en dit maken. Ik word er heel blij van. Websites maken is nog nooit zo makkelijk geweest. En dit is ja. Wat ik nog toe zou willen voegen. Een paar blogberichten en portfolio items. Maar die hebben we nog niet. Maar dit is hoe je pagina's kan maken. En dit is het resultaat. We moeten natuurlijk nog één ding checken. Mag ik 3 keer raden wat? We moeten het even overzichtelijk maken of goed zichtbaar maken voor alle tablets en smartphones. Dus wat mij hier opvalt, is dat er niet zoveel ruimte is aan de linkerkant. Ik weet niet, een kleine glitch hier. De tekst komt niet helemaal goed uit rechts. Dat gaan we natuurlijk even fixen. Geavanceerd. De breedte. Aangepast. Doe het even zo. Dit is soms hoe je gewoon moet werken, maar dan werkt het ook. Dan gaan we even kijken naar de mobiel. Klik ik hier. Geavanceerd. Uncheck. Boven zie je alleen op de mobiel. Even wat ruimte creëren. Onder mag het ook nog wel ietsje meer.
stijl op een mobiel mag iets kleiner zijn. En ook hier weer geavanceerd breedte aangepast in pixels. Volgens mij is het een glitch hoor. Volgens mij als je de website even goed vernieuwt op een andere computer kijkt, dan werkt het wel. Dat heb ik vorige keer ook gehad. Streef naar perfectie. Nou, dan ga ik even hier naartoe. Geavanceerd. Marge. Toch een klein beetje aanpassen. Ja, je ziet het hè. Het is gewoon een glitch. Want zoals het hier los zou komen, zou het daar ook los moeten komen. Dus wat ik kan doen, ik kan naar een andere tablet gaan of naar mijn telefoon. Als ik dan bekijk, dan zou het gewoon moeten werken. En dat gebeurt wel eens een glitch in het systeem. Dus even je browser cachen, maar je kan het al zien als je op een andere computer kijkt, dan zie je dat het gewoon werkt. Dus that's the way the cookie crumbles. Dan gaan we bij dienstverlening iets anders doen. Dan ga ik je wat laten zien. Allereerst dienstverlening. Dus we zijn hier op deze pagina. Die kunnen we gaan bewerken met Elementor. En we kunnen een paar verschillende dingen doen. We kunnen deze website vanaf nul maken. We kunnen werken met die blocks waar ik het eerder al over had. Ik moet zeggen, ik vind dat zelf niet zo'n heel groot succes. Wat we ook kunnen doen, we kunnen pagina's opslaan als templates. En die kunnen we hier weer of op een andere website importeren. En ik wil je nu laten zien hoe je dat kan doen. Dit is zelfs een mooie manier om geld te gaan verdienen. Als je leert hoe je websites kan designen, dan kan je designs maken. Die kan je te koop zetten op je website. Kunnen andere mensen dat kopen. Kunnen zij tijd besparen. En dan kan jij geld verdienen. Win, win. Dus wat ik doe, ik ga even naar de ons, over ons pagina. Die bewerk ik met Elementor. En dan ga ik deze pagina opslaan als een template. Hoe kan ik dat doen? Ik kan hier een rechtermuisknop doen en zeggen als template opslaan. Maar dan heb ik het alleen over één container. Ik wil heel de pagina opslaan. Om dat te doen, klik ik hier naast updaten op het pijltje omhoog. Als template opslaan. En dan noem ik dit de over ons pagina. Opslaan. Dan ga ik naar mijn templates en dan zie ik een overzicht met al mijn templates. Die kan ik nu weer invoegen. Ik kan een voorbeeld bekijken en ik kan hem ook verwijderen en exporteren. Dus ik klik op exporteren. Daar gaat hij. Show in Finder. Daar is hij dan, 7 kilobyte, echt super licht. Dus je verkoopt, als je hem zou verkopen, koop je gewoon een stukje code. Deze noem ik de over ons pagina. Wat ik nu doe op onze website, verwijder ik deze. Want ik wil gewoon echt vanaf nul dit importeren. Oké, voor de zekerheid updaten, hoeft niet. Want er is niks veranderd. Dan zeg ik command E. Kijk of dienstverlening er al tussen staat, waarschijnlijk niet. Omdat het nog geen pagina is die gemaakt is met Elementor. Dus ik ga naar dienstverlening, pagina bewerken. Bewerk met Elementor. Nou, je weet het eerst wat ik doe, linksonder. Maak ik er een volledige breedte pagina van. Slaat hij zichzelf automatisch op. Klik ik op dit mapje hier. Dan ga ik naar mijn template. Dat hoeft eigenlijk niet. Ik kan ook naar dit icoontje gaan. En kan ik een bestand selecteren. Een JSON file of een zip file. Nou, ik heb deze JSON pagina. Prachtige tekst hier. Open. Belangrijk, wil je een veilige import doen. Dus als je het niet helemaal vertrouwt, zou ik zeggen inschakelen en importeren. Als je het gewoon wel vertrouwt, dan kan je zeggen importeer zonder inschakelen. Ik gebruik altijd deze. Daarmee worden wel de afbeeldingen verwijderd. Maar ja, je moet ook je eigen afbeelding vinden. Dus ik vind dat wel prima zo. En dan klik ik hierop invoegen. Wil ik de instellingen van deze pagina toepassen? Nee. En wat ik dan zie, is dezelfde pagina als de over ons pagina. Alleen zonder afbeeldingen. Dus ik kan hier een nieuwe vinden. Ja, die ik al eerder had bijvoorbeeld. Deze. Hier op de achtergrond. Top. En dan kan je de content veranderen. Hier kan je de tekst aanpassen. Hier zo. Geen punten zijn, vind ik. Hier dan weer wel. En zo doe je dat. Maar wat ik je nu wil laten zien. Ik heb ook templates voor jou gemaakt. Dus als we bijvoorbeeld naar de contactpagina gaan. Dan zien we nog niks. Dus ik klik op pagina bewerken. En nu wil ik een van mijn templates aan jou weggeven. Niet verkopen.
Dus hoe kan je dat doen? Ga naar wpferdy.nl/et Elementor Templates. Druk op Enter en je wordt geredirect naar deze website. Krijg toegang tot al mijn Elementor Templates. Dit ben ik. Ferdy. En dan mijn e-mailadres. Ik klik op Download Templates. En omdat ik vanuit Europa kom, moet ik dit allemaal even goedkeuren. Bedankt, check je e-mail om de templates te downloaden. Nou, dit vind ik dan weer jammer, een soort reclame voor template voor ConvertKit. Aan de andere kant, ik zal een tutorial maken hierover. Dit is echt een geweldige tool. Daar heb ik al 10.000 euro's mee verdiend, omdat wanneer je een lijst bouwt, je dan iets aanbiedt wat je kan verkopen. Een e-maillijst heb ik het over. Dan stuur dat in één keer naar bijvoorbeeld 50.000 mensen. Als 1 op de 100 dan koopt, dan kunnen 500 mensen in één klap iets kopen wat jij aanbiedt. Als jij op dat product $100 winst maakt, heb je gewoon in één keer 50.000 euro verdiend. Als even kijken hoor, 500 mensen iets kopen van $100, ja. Dus zo kan, dat is de theorie. Het kan beter gaan, het kan slechter gaan, maar het is echt een unieke tool. En wat ik nu doe, ik bied iets aan, gratis. Nu kom jij op mijn e-maillijst, je kan je gewoon elk moment weer unsubscriben. Maar op die manier heb ik soms, als ik dan een aanbieding deed van Elementor Pro, omdat de korting was, kon ik heel veel geld verdienen. Dus het is niet alleen maar WordPress tutorials, ik wil je ook helpen hoe je business op kan zetten en mensen kan helpen. Dus die tutorial bekijken, hij is er misschien nog niet, maar als die er is, zal die hier staan. En anders kan je even in de omschrijving kijken hoe het ervoor staat. Ik ga hem snel maken, want ik heb deze tool nodig om voor wpferdy.nl te gebruiken. Dus ik ga naar mijn Gmail account. Daar is die download je Elementor template. Download je templates. Top, ik accepteer dit. Kan ik hierop klikken? Of hieronder download deze website. Daar klik ik op. Dan unzip ik dit. Dan heb ik 4 templates. Dan ga ik naar de contactpagina. Klik ik hier. Maak het een volledige breedte pagina. Klik ik op het mapje. Dan dit icoontje. Selecteer een bestand. Dan ga ik naar de contactpagina. Openen. Het is wel even belangrijk om bij te zeggen, je hebt hier wel dezelfde tool voor nodig die we op de homepagina hebben gebruikt. WP Forms, want daar maak ik gebruik van. En dan zeg ik invoegen. Niet toepassen. Top. Kan je deze instellingen aanpassen. En heb je dit formulier hier zo. Updaten. En zo kan je dus met templates werken. Je kan ze gratis weggeven, zoals wat ik nu doe over die hele e-maillijst. Of je kan ze verkopen. En ik heb ook tutorials, of die ga ik maken over hoe je een webshop maakt. En dan kan je echt gewoon letterlijk een webshop maken waarin je templates verkoopt. Nou, ik kan het nog aanpassen, heel simpel. Bewerken met Elementor. Dus ik zeg telefoon, e-mailadres, KVK. Dit hoeft niet. Even kijken hoor. Info. Ferdy.nl. Even kijken naar de link. Mail toe. Info at ferdyk.nl. Top. Updaten. En zo kan je al die 4 die templates downloaden. Dus ook voor de homepagina. Dan kan je deze website gewoon in een paar korte klikken installeren. Dus we hebben de over ons pagina, de dienstverlening pagina. Geen cases en geen blog. De contactpagina, die ziet er zo uit. En ja, dan wordt het eigenlijk tijd om te gaan kijken naar de cases pagina. Dus ik klik op cases. Yo mensen, hebben jullie nog steeds naar jullie zin? Ik hoop het wel. Ik hoop dat je veel leert, dat je enthousiast bent voor je eigen website die je hebt gemaakt. En om even gek te doen, als je deze website hebt gemaakt en je volgt deze tutorial en je volgt ook mijn andere tutorials, dan kan jij dit gebruiken om geld te gaan verdienen. Je zou websites voor andere mensen kunnen gaan maken. Je kan leren hoe je blogberichten schrijft en dan reclame op je website plaatsen. Je kan beginnen met affiliate marketing, waarin je andermans producten promoot. En wanneer iemand dat koopt door op jouw link te klikken, dan krijg jij een commissie, een soort vindersloon. Allemaal prachtige dingen die je kan doen wanneer je weet hoe je websites kan maken. Nou, daarom maak ik ook nog meer tutorials. Prachtig moment om te zeggen, wil je nou abonneren? Zodat je de eerste bent die ontdekt wanneer ik een nieuwe video heb. Abonneer dan en voel je ook vrij om deze video te liken. En wat ik nou eigenlijk wilde zeggen,
Ja, ik kan deze tutorial 7 uur lang maken, maar dan schrik ik mensen een beetje af. Als je dan een tutorial zit 7 uur en 2 uur denk je, nou, ik doe het al in 2 uur. Dan scheelt het weer 5 uur. Dus ik wil niet dat deze tutorial zo lang wordt. En wat daar ook bij komt kijken is, niet iedereen wil een portfolio in zijn website. Dus als ik dat allemaal in deze tutorial plaats, blogberichten, webshop, affiliate marketing, dan wordt het gewoon een tutorial van 10, 12 uur. En dat wil ik niet. Dus ik heb aparte tutorials gemaakt. Dus wil jij een portfolio in jouw website, dan heb ik daar een tutorial voor. Die kan je vinden door even kijken hoor, hier te klikken. Of je kan even in de omschrijving kijken. Trouwens, ik heb het gefitness. Dus hier kan je klikken. Oké, okay, gaan we weer verder. Of in de omschrijving. Yes. Dit is hoe het eruit ziet. Kan ik hier filteren. Dus ik ga naar rebranding bijvoorbeeld. Dan is het hoe het eruit ziet. Dit is hoe het eruit ziet. Top, dan gaan we naar de blogpagina. Ja, daar ben ik weer. Hetzelfde geldt namelijk dus ook voor de blog. Een blog, man, blog schrijven kan uren duren. En dan kan je best laten zien hoe je dat doet met de Gutenberg Builder. Maar ook een aparte tutorial voor gemaakt. Die kan je bekijken ook weer door hier te klikken. Of in de omschrijving. Wat ik zeg, anders wordt het tutorial te lang. En niet iedereen wil een blog in zijn website. Ik raad het wel iedereen aan. Want als je gaat schrijven over de onderwerpen waar je ook je diensten verleent. Dus je bent fotograaf en je schrijft blogberichten over hoe je met een camera werkt en zo. Dan kan je daardoor ook wel weer nieuwe klanten krijgen. Nou, daar ga ik dieper op in die tutorial. Nu gaan wij gewoon verder met de rest van deze tutorial. We komen een beetje bij een einde, dus dat gaat heel goed. We gaan nog een paar dingen aanpassen op de homepagina. Ervan uitgaan dat je een portfolio hebt en een blog in je website. Zo niet, dan kan je er even doorheen skippen. En daarna gaan we kijken naar de footer. En wanneer deze tutorial volgt en je vernieuwt de pagina, dan ziet het er als het goed is zo uit. Ik heb dit opgenomen, dus je kan stap voor stap leren hoe je dit maakt. Wanneer ik naar een blogbericht ga, dan ziet het er zo uit. Ik laat je ook zien hoe je een blogbericht kan maken. Hoe je onderzoek kan doen, hoe je dingen kan opschrijven, afbeeldingen kan toevoegen. Wat ik al zei, blogberichten zijn gewoon een ideale manier om beter gevonden te worden via de organische resultaten. Dus dat zijn de resultaten, mensen die op je website komen door de zoekresultaten in Google of andere zoekmachines. En met het Bloxy-thema kan je het allemaal prachtig weergeven. Super fijn. En wat ik nu wil doen, we hebben dus de blogpagina met alle blogberichten. En we hebben de casussen. Die wil ik nog even toevoegen op de homepagina. Dus ik ga naar Advantage. Bewerk met Elementor. En wat we eerder hebben gedaan, hier zo, is dingen handmatig toegevoegd. Die wil ik nu weghalen. Want hier wil ik wat portfolio items laten zien. Hoe doe ik dat? Met de grid. De post grid. Oké, en dan ziet het er zo uit. Dat vind ik niet heel erg leuk. Dus ik ga naar instellingen. Dan verwijder ik mijn post. En de filterable question mark haal ik weg. Top, dan ga ik naar de inhoud weer. En we geen berichten laten zien, maar portfolio. Daar klik ik op. Wat wil ik allemaal laten zien? Ik wil er maar 3 laten zien. De meest recente. Dan ga ik naar post content. Dan sleep ik deze een beetje naar rechts. Ja, dan ga ik gewoon een beetje proberen. Wat wil ik zien, wat niet. Ik maak dit wat kleiner. De kwaliteit blijft even goed. En je website wordt wat minder zwaar. In kilobytes. Ga ik gewoon om de beurt dingen wegklikken. Titel wil ik laten zitten. Dit hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Ik hoef ook geen datum. Dit is wat ik wil. Top. Kijk, een link. Ja, dat wil ik wel. Dat als je erop klikt, dat je daar naartoe gaat. Update. Het tweede wat ik wil doen. Ik wil hier ook blogberichten plaatsen. Dus wat kan ik dan doen? Even kijken hoor. Deze kan kopiëren. Met dezelfde instellingen allemaal. Dat kan ik hier zo plakken. En dan komt hij daaronder. Dat wil ik niet. Dus deze sleep ik hier naar boven. Klik ik erop.
verander ik het naar berichten. Koptekst erboven. En dan ga ik hier naartoe. Kopieer. Rechtermuis op. Plak de stijl. Is de tekst wit? Ga ik naar de stijl. Die maak ik dan weer donkerblauw. Dus nu is het hetzelfde. En dan zeg ik gewoon blog. Breng het even naar het centrum. En je weet, ik wil vaak een licht gedeelte met een donker gedeelte afwisselen. Dus ik klik hier op de plus. Plus. Pijltje naar beneden. Ga ik naar de stijl. Verloopje. Je kent het ondertussen wel. Donkerblauw. Lichtblauw. 90 graden. Deze kopieer ik. Sleep ik hier naartoe. Oké, dan ga ik naar een koptekst. Dan zou ik hier een mooie quote kunnen plaatsen. Mooie quote. Breng naar het centrum. Maak de stijl wit. Dan ga ik naar dit gedeelte toe, de container. Die kan ik hoger maken. Laten we zeggen 600. Ga ik naar items. Zet ik hem in het midden. En in het midden. Dan kan ik naar de stijl gaan. Dan heb ik hier die achtergrond. Maar daaroverheen kan ik dan een afbeelding laten zien. Dus ik klik op type achtergrond klassiek. En dan kies ik gewoon een mooie toepasselijke afbeelding. Afmeting. Bedekken. Vastzetten. Vast. En het mag wel ietsje minder hoog. Dus laten we zeggen 300. Mooie quote. Dan wil ik hier nog even naartoe. Geavanceerd. De marge aan de bovenkant mag wel 50 zijn. Onder ook blog. Neem contact met ons op. Top. Update. Klik op het oogje. Gaan we eens kijken naar het resultaat. Hier zien we de meest recente portfolio items. En hier zien we de meest recente blogberichten. Super. Oké, mensen, we naderen het einde van deze tutorial. Ik vind het super gaaf dat je er nog bent. Je bent een doorzetter, echt waar. En wat we gaan doen, we gaan kijken naar de footer van de website. En dan gaan we nog een paar dingen plaatsen. En daarna ga ik je allemaal coole tips geven over wat je nog meer kan doen met je website om hem te monetizen. Met andere woorden, hoe je geld kan verdienen met je website. Het kan door diensten verlenen, het kan door content schrijven en reclame op je website zetten. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan wij met de footer aan de slag. Nou, wat je hier ziet is de footer. Nou, een beetje saai. Daar gaan we iets van maken. En om dat te doen gaan we naar de achterkant van de website. Dus ik zeg hier Command of Control E. Dashboard. Daar klik ik op. En voordat we aan de slag gaan met de footer wil ik iets activeren. Ga naar Bloxy. Extensies. En dan scroll ik naar beneden en dan wil ik graag de trending posts aanzetten. Die activeer ik. Dan ga ik hier zo naar de customizer. En wacht even hoor, die sluit ik even. Ik sluit hem even. Eerst even naar de homepagina, zodat deze URL weg is. En nu naar de customizer. Dan scroll ik naar beneden. En dan zie ik hier al dit gebeuren hier. Trending now. Dus ik scroll hier links naar beneden en dan zie ik extensies trending posts. Dus allereerst wil ik trending now weghalen. Dus alleen trending. H2 is ook wel prima. Wat wil ik laten zien? Ik kan dus ook portfolio items laten zien. Dat is misschien niet zo'n gek idee. Laatste werk. Recente casussen. Ik weet nog steeds niet hoe het in Nederland zit. Ja, ik denk het zo. Ja. Oké. Ik kan een bepaalde taxonomie kiezen. Dus bijvoorbeeld alleen bepaalde categorie. Trending from all time. Prima. Meest populaire bericht. Design. Nou, misschien helpt het wel als ik die achtergrond even donker maak. En dan tekst wit. Beter. Dan kan ik nog meer dingen doen hier.
En ik vind het wel goed zo. Ga ik terug. En dan ga ik naar de footer. Maar eerst publiceer ik het. Want ik ben er wel blij mee. Dus ik ga naar de footer. Oké, dit is wat we zien. We hebben 3 rijen. Dus opnieuw heb je gigantisch veel plekken waar je dingen kan aanpassen. Hier hebben we alvast auteursrecht. Laat ik daar ook mee beginnen. Ik kan eerst naar de onderste rij gaan daarop klikken. Dan ga ik dus heel dit gedeelte bewerken. Dus niet het individuele auteursrecht gedeelte. Dus ik klik op onderste rij. Ik moet zeggen, dit is soms een beetje clunky. Ik vind het echt slecht van WordPress. Het was beter en nu is het wat minder goed. Ik hoop dat het weer beter wordt. Dan gaan we naar ontwerp. En ook de achtergrond blauw, maar dan nog wat donkerder. Ja. Nou, dan ga ik naar auteursrecht. Daar klik ik op. Ga ik naar ontwerp. Tekst. Dan moet de tekst natuurlijk wit zijn. En de link mag ook wit zijn. En als je over de link heen gaat, mag die oranje zijn. Dan ga ik naar algemeen. Scroll ik naar beneden, breng ik het wel even naar het centrum. Midden. En dan kan ik hier natuurlijk de tekst aanpassen. Copyright 2022. De site-titel vind ik ook prima. En daar wil ik het eigenlijk bij houden. Wat ik nog kan doen. Disclaimer. Privacy. Policy. Terms. Use. Die kan ik allemaal een link geven. Dus naar de disclaimer pagina. Command K. Hashtag of Control K. Dus dan zou ik eigenlijk Command K of Control K. / privacy policy. Oké, ik zal hier een andere tutorial van maken. Hoe je dat doet. Het beste kan je dit toch echt bij een jurist laten doen. Maar je kan ook al aardig ver komen als je het zelf doet. Terms of use. Oké, we zien dus dat de linkjes gewoon wit blijven. Wat we kunnen doen bij ontwerp, de linkjes kunnen we een kleur geven. Maar dat vind ik wel heel erg overdreven. Misschien zoiets. Of maak ze wit en dan iets donkerder. Dat mag je zelf bepalen. Ik laat ze wit. En copyright wil ik ook weghalen. Alleen C'tje vind ik wel genoeg. Top. Ook hier nog iets tussen plaatsen. En als je het voor een klant doet, kan je nog zeggen website gemaakt door. En dan kan je ook een linkje naar je eigen website plaatsen. En dat is ook goed voor de zoekresultaten. Oké, er zit hier tussen nog gedeelte. Hier zo en hier zo. En als ik klik op middelste rij, dan kan ik bepalen hoeveel kolommen ik wil. Dus ik kan zeggen 4, 3. En wat ik wil is 3, maar niet evenwijdig verdeeld, maar 1 groot gedeelte. Dus links een kleiner gedeelte. Maar ja, dan zie ik nog niks. Hoe komt dat? We moeten even teruggaan. En dan gaan we widgetgebied 1 hier naartoe slepen. Widgetgebied 2 sleep ik daar naartoe. Widgetgebied 3 sleep ik daar naartoe. En dit is wat ik bedoel met het clunky. Het kan een beetje af en toe een beetje vaag zijn hoe het allemaal gaat. Dus het kan af en toe een beetje gek zijn met klikken. Dus ik klik op widgetgebied 1. Juist. Nou, I got this. Dan klik ik op de plus en dan kan ik allemaal dingen toevoegen. En als ik klik op alles bekijken, zie ik nog meer opties. Dit kan je downloaden. Ik heb dat laten zien in de blog tutorial. Waarschijnlijk ook in deze tutorial. Cadence Block is een plugin. Cadence Blocks. En daarmee krijg je extra functionaliteiten voor dingen als hier. Dus ik zoek gewoon naar afbeelding. Daar is die. We willen ook uit de media bibliotheek een witte afbeelding maken, halen van ons logo. Selecteren. Maar die zie ik niet. Want de achtergrond is ook wit. Dus ik ga naar ontwerp. En dan maak ik de achtergrond donkerblauw. Vind ik een beetje saai, dubbelop. Dus wat ik kan doen, ik kan hier naar beneden scrollen. En dan de scheidingsrij bovenste zijde. Deze. En die maak ik wit. Zodat je wel een beetje ruimte hebt. Anders vind ik het er bijzonder uitzien. Dan ga ik terug naar widgetgebied 1. Dan kan ik hier op het plusje klikken. Dan kan ik gaan voor een paragraaf. Dan ga ik natuurlijk weer naar mijn favoriete dummy text generator. En dit zeg ik over mijn bedrijf.
Dat is die donkere tekst. Dus ik ga naar dit gebied. Of ik eigenlijk hier bij ontwerp kan ik dat ook doen. De tekst moet gewoon deze kleur zijn. En aan de link ook wit. En als je er overheen hovert, mag die oranje zijn. Dus hier kan je tekst hebben over je bedrijf. Nou, prima. Dan ga ik naar widget gebied 2. Even publiceren, even opslaan. Daar klik ik op de plus en dan zoek ik naar een menu. Navigatie, menu. Die kan ik ook een titel geven. Sitemap bijvoorbeeld. Of quick links. Dan selecteer ik het hoofdmenu. Ik kan dus ook een nieuw menu maken, een speciaal menu. Waarin ik bepaalde linkjes laat zien. Ontwerp. Ook hier weer alles wit. Linkjes ook wit. En dan, als ik overheen hover, oranje. En dan ga ik even naar de middelste rij. En dan zeg ik bij ontwerp dat de tekstkleur van de widget titels ook wit moeten zijn. En dan mag dit natuurlijk wel iets groter. En misschien zelfs, hè, doe gek, in hoofdletters. En dan vind ik eigenlijk dat deze tekst wel weer wat kleiner mag. Dus de standaard tekst. Die mag wel gewoon lekker 12 zijn. Yes. Nou, dan hebben we widget gebied 3. En daarvoor wil ik eigenlijk een plugin downloaden. Dus ik ga even dit sluiten. Ga ik naar de achterkant. Plugins, nieuwe plugin. En dan zoek ik naar recent post with thumbnail. Van iemand met een hele prachtige naam. Cybernetic. Recent post widget with thumbnails. Die moet je hebben. Meer dan 2000 keer geïnstalleerd. 200.000 keer zelfs. Dus ook meer dan 2000. Er zijn niks verkeerd. En dan heb je heel veel opties. Ik wil eigenlijk maar gebruik maken van een paar opties. Maar die moet dus eigenlijk op dat rechter gedeelte komen. Dus ik ga naar de customizer. Klik ik op de footer. Widget gebied 3. Klik ik op de plus. En dan zoek ik naar recent post with thumbnails. Daar gaat die. Scroll ik even naar beneden, zodat ik kan zien wat er precies gebeurt. Sowieso is alles donker, dus ik ga naar ontwerp. Maak het weer wit. Wit en oranje. Terug. Dan klik ik hierop. Dan kan ik nog een paar dingen aanpassen. Ik kan zeggen laatste nieuws. Of ik kan gewoon zeggen blog. Dan verschijnt het in dezelfde stijl als quick links, dus dat is wel fijn. Oké, hoeveel berichten wil ik tonen? Nou, laten we zeggen 3. Wil ik berichten in een nieuw venster openen? Nee, sorteer op datum. Prima. Titel laten zien. Auteur laten zien? Nee. Categorie laten zien? Nee. Willen we de datum laten zien? Nou, dat vind ik wel een goed idee. Samenvatting, nee. Aantal reacties laten zien. Wil ik een bepaalde selectie maken? Dus alleen conversie gerelateerde berichten laten zien. Thumbnail settings. Wil ik dit groter of kleiner laten zijn? Dus ik dit 50 maak. Zou het kleiner moeten worden? Publiceren. En eigenlijk vind ik toch wel weer dat het allemaal wel klein is, die tekst. Dus ik ga weer naar de middelste rij. Ontwerp. Ja, dan maak ik het toch weer wat groter. Dat vind ik wel heel karig. En dan ga ik even naar widget gebied 1. Naar de plus. En dan kan ik hier dus nog meer dingen toevoegen. Zoals ik al eerder deed. Wacht, ik scroll even naar beneden. Plus. Ik zie niet alles. Dat is jammer. Moet ik even command minnetje.
Plus alles bekijken. Plusje. En kan ik hier dus ook social media iconen laten zien. Hieronder of een afbeelding. Wat muziek. Hey, doe eens gek. Maar ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Advantage Media Group, tekst, quick links, een blog. En je kan er dus ook 4 kolommen van maken en dan hier nog een sign-up formulier of iets. Zullen we dat gewoon doen? Hey, we zijn hier nu toch. Customizer. Footer. Middelste rij. 4 widgets, gelijk verdeeld. Of ik maak er 3 en ik verdeel ze gelijk. Ja. Publiceren. Dames en heren, dan is dit de website die wij gemaakt hebben. Prachtig header, doorzichtig. En als we naar beneden scrollen, wordt hij wat kleiner en krijgt hij andere kleuren. Ik heb je laten zien hoe je dit allemaal aan kan passen. Je kan dus ook hier gewoon een call to action zetten en dit menu naar het midden schuiven. We hebben gekeken naar het submenu. We hebben dit gemaakt met Elementor. Deze logo's toegevoegd. Wat next level dingetjes gedaan met deze stijlen. Zodat je je website een mooie stijl kan geven. Zodat je je website een bepaalde branding mee kan geven. Hier zien we ons portfolio. Alle casussen. Dan ga je naar de casuspagina. Mindset Elevate. We hebben laten zien hoe je gebieden kan kopiëren en plakken. En dan de stijl kan veranderen. Ook hoe je dit kan optimaliseren voor alle devices. Dus op een tablet, smartphone ziet er anders uit dan nu. Dit gedeelte hebben we gemaakt. Een mooie quote. En we hebben de blogberichten hier toegevoegd. En een mooi formulier met een gratis formulierbouwer. WP Forms. Hier zien we de recente casussen. Prachtig. Wat informatie over ons bedrijf. Wat makkelijke linkjes. En de meest recente blogberichten. En dan hier zo wat linkjes naar disclaimer, et cetera. Over ons pagina. Ik heb je laten zien hoe je deze kan maken. En hoe je dit kan opslaan. Als een template. En dan ergens anders weer kan importeren. Ik heb ook laten zien hoe je al mijn pagina's kan importeren. Daar hebben we hier de casussen. Cases. Als je erop klikt. Dan ga je naar de inhoud. Dan kan je hier onderaan andere vinden. We hebben de blogpagina. Prachtig weergegeven als je op een blogbericht klikt. Dan zie je de informatie. Ik heb een tutorial over hoe je dit kan maken zelf. Stap voor stap. Kan je reacties toevoegen naar andere gerelateerde berichten. En dan hebben we de contactpagina. Die ziet er zo uit. En ook laat je zien hoe je deze pagina's allemaal kan importeren. Zodat je zelf een hoop tijd kan besparen. Ja, dames en heren. Wat kan je nu? Je hebt een prachtige website gemaakt. Hij is geoptimaliseerd voor alle apparaten. Voor tablets, voor smartphones. Voor gewoon computerschermen. En nu? Nou, je kan je website optimaliseren voor de zoekresultaten. Door het gebruik te maken van Rank Math. Dat is een gratis tool. Ook weer met een pro tool. Ga ik een tutorial over maken. Mocht je nou Engels kunnen, daar heb ik namelijk al die tutorials gemaakt, maar ik ga ze nu ook in het Nederlands maken. Als je dat wil zien, kan je abonneren op mijn YouTube-kanaal of je kan gewoon even kijken op mijn YouTube-kanaal. WP Verdi heet het op dit moment. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik dat hou, maar ik heb liever dat ik start met iets dan dat ik niks doe. En dat is belangrijk, je website optimaliseren zodat je beter gevonden kan worden in de zoekresultaten van Google. Misschien wil je een webshop, daar zou ik een tutorial over maken. Op je bestaande website of gewoon een compleet nieuwe website. Gaan we het hebben over allemaal dingen. Over betalingen, over verzendkosten. Discount, coupons, belasting. Hoe je dat allemaal automatisch kan verwerken in je website. Super cool. In de omschrijving zal ik die tutorials laten zien die ik nu benoem. Ik ga wat dieper in op WP Forms. Hoe je een goed formulier kan maken op je website. Ook daar is weer een pro-versie. En ik zal ze allebei behandelen. De gratis versie en de pro-versie. En misschien wil je wel een e-maillijst starten waarin je gratis informatie geeft. En dan als mensen iets willen kopen en je stuurt het aan 50.000 mensen, kan je daar in één klap best wel veel geld mee verdienen. Heel veel dingen die je daarmee kan doen. En ja, ik denk dat ik er dan wel een beetje ben. Mijn doel,
met het YouTube-kanaal is om elke vrijdag een video te uploaden. Dat is best wel pittig, want ik doe het ook in het Engels. En als ik dan een video van 4 uur maak, dan vraag ik me af of dat te doen is. Misschien wordt het om de week, maar elke maand wil ik sowieso waardevolle content plaatsen. Dus wil je alsjeblieft abonneren. Als je er meer over wil weten. Hè? Of als je mij wil supporten en je denkt, hey, coole gozer, gaan we gewoon even doen. En deze video liken. Heel erg bedankt voor het kijken. Wil je nou iets nieuws leren? Ik heb best wel veel kennis over verschillende dingen. Ook over Photoshop, video's bewerken. Nou, laat het me gewoon even weten. En dan moet ik oppassen dat ik niet te veel verschillende onderwerpen op mijn kanaal gebruik. Want dan is het weer slecht voor de zoekresultaten. Maar als het WordPress gerelateerd is, laat het me weten. Ik ga ook wat doen met Shopify. Je leren hoe je kan adverteren. Want adverteren, dat kan je leren. Dan ga ik je leren hoe je kan adverteren. En dan wil ik je bedanken. Nogmaals, alweer. Voor het bekijken van deze video. Want hoe langer jij kijkt, hoe beter ik gevonden word. Dus dank je wel. En dan ga ik mijn best doen om de beste tutorials voor jou te maken. En dan gaan we zien waar dit heen gaat. Ik hoop geen bekende Nederlander te worden. Ik vind het wel lekker zoals het nu gaat. Gewoon lekker mijn leventje leiden. Maar hey, als het gebeurt, dan zal ik dat kruis dragen. En dan hoop ik een hele goede influencer te worden. Met mooie normen en waarden. Met mijn vrouw en mijn kinderen. Gewoon lekker normaal blijven doen. Oké. Hier gaan we het bij houden. Bedankt voor het kijken. Voor de derde keer. En adios.